Goedenavond, dames en heren. Wat een jaar is dit. En hoe bijzonder blij ben ik dus omdat ik jullie vanavond hartelijk welkom mag heten op de Donkere Kamer. Het is de 21ste editie vanavond, de tweede in Knokke. En de allereerste van dit jaar zo diep in september. Overigens wil ik ook de mensen die thuis via livestream volgen verwelkomen. Het is trouwens de eerste keer dat we helemaal live te volgen zullen zijn. Dat komt uiteraard door corona en door het feit dat de zitjes in Scharpoord in een recordtijd uitverkocht waren. Toen we in december de Donkere Kamer hielden in Brugge, had ik er geen flauw vermoeden van dat dat zo lang zou duren voor er een vervolg zou komen. En dan nog coronaproof, een woord dat we toen nog niet eens kenden. Maar hier zijn we dus. Meteen zeg ik er even bij dat jullie mondmasker mogen afdoen zolang we zitten. Maar dat het natuurlijk wel verplicht is het weer op te zetten in de pauze en van zodra we aan het einde zijn. Het is allemaal een beetje anders en ook dit is anders. Normaal gezien zitten al mijn gasten vooraan in de zaal. Dat is nu niet zo. Zij wachten backstage tot het hun beurt is en het is dus maar te hopen dat ze allemaal op het juiste moment en op tijd het podium vinden. We zijn in Knokke vanavond omdat hier gisteravond de nieuwe tentoonstelling van Anton Corbijn, Mode, opende. Maar hoe het programma er vanavond uitziet, ga ik niet vertellen. Dat doen onze presentatoren Nicky, Aerts en Frank Raes. Nicky kent u als radiostem nu vooral van het Clara-programma Pompidou. Frank is al heel lang de voetbalman van de televisie, maar hij heeft ook een passie voor fotografie. En Nicky en Frank zijn ondertussen bekende gezichten en stemmen van de Donkere Kamer. Zoals altijd hebben we ook dit keer drie pitchers. Beloftevolle fotografen die hun project komen voorstellen en die wij graag een platform geven en mee helpen financieren. We doen dit nu al bijna 5 jaar en uit die groep van pitchers is ondertussen veel talent doorgegroeid. De selectie van pitchers vanavond, want er waren veel kandidaten, de honger naar fotografie was duidelijk groot, gebeurde door een professionele jury die bestond uit Maiko Roeters, coördinator van het cultuurcentrum hier, Jan de Slover, art director van de Standaard, Rick van Puinbroek, journalist bij de krant De Tijd en mezelf. Nicky en Frank gaan u zo duidelijk uitleggen wat de bedoeling is van die pitchers en hoe u mee kan bepalen wie we gaan steunen. Zelf wil ik het team van Scharpoord, sponsors Proximus, Sony en de Standaard en ook boekhandel De Reiger bedanken. De laatste verzorgt opnieuw een prachtige boekenstand waar u tijdens de pauze en na de voorstelling kan snuisteren en zeker ook de boeken van de aanwezige fotografen kan vinden. Natuurlijk wil ik ook graag u hier en thuis bedanken voor uw aanwezigheid. Het is zo lang geleden en ik heb jullie allemaal zo gemist. Ik wens jullie een hele fijne avond en geef graag het woord aan Nicky en Frank. Goedenavond, dames en heren. We zijn, wat Kaat net al zei, heel blij dat u hier toch talrijk aanwezig bent en dat we heel wat gasten, fotografen op scène mogen ontvangen zo meteen. Ik moet een aantal mensen onder u meteen ontgoochelen wat dat mondmasker betreft. U moet het terug opzetten, wie het afgezet heeft. Ja, is ons via internet gemeld en intercom. Ja. Helaas. Maar we proberen dat hier zoveel mogelijk de aandacht daarvan af te leiden door hier interessante gesprekken te voeren. En dat gaan we zeker doen. Het is een beetje anders dan anders, dat weet u zelf ook. Normaal gezien hebben we echt wel volle zalen. Nu hebben we dat moeten beperken. Is er ook een livestream? Dat is een primeur, zoals Kaat net ook zei. Maar gasten hebben we, Frank, en heel veel. Ja, wat mag je zoal verwachten buiten allerlei corona-maatregelen die je moet opvolgen? Deze Donkere Kamer valt uiteen in twee delen. Dat is altijd zo, een voor- en na de pauze. Straks na de pauze luisteren we met u naar Anton Corbijn, die kent iedereen ongeveer, die een wereldpremière hier in zijn expo in Scharpoord in Knokke meebrengt. U heeft misschien de foto's al gezien. Hij komt er ook over praten. En er is ook een schitterend boek bij dat naar dezelfde naam luistert. Mode of moed of allebei. Daar gaan we het straks over hebben. Ook straks komt Jeroen Toirkens vertellen over het project Borealis.
Dat gaat over eindeloze wouden in het noorden van Europa en ook in andere continenten. En het belang daarvan natuurlijk is een enorme long, groter dan het Amazonegebied. En ook de schoonheid daarvan, dat heeft hij gevat in foto's. Er is ook een voor de pauze natuurlijk met persfotograaf Sebastian Steveniers over zijn Bosfight-foto's. U heeft hem misschien al een paar zien passeren daar straks. Jelle Vermeers presenteert zijn prachtige tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij in Gent. En dat gaat over koers. Het is een uitgelezen dag op de dag van het wereldkampioenschap in Imola. Ja, daar gaat zijn project dus over. Karel Fonteyne is ook hier om te praten over zijn foto's die momenteel in Brussel in de Parterzaal Hangar te bekijken zijn. Daarin heeft hij geselecteerd uit zo'n 50 jaar fotografie, modefotografie van zijn hand. En de pictures, ja, die zijn er ook natuurlijk. Drie jonge, ik veronderstel toch jonge fotografen, die een project komen voorstellen en aan de man of de vrouw brengen. Dat is het zowat. Ja. Dat gaan we doen. We gaan op naar de eerste gast. Ja, tijd om te beginnen. Nog even zeggen, ook normaal gezien zijn wij uitermate beleefd, Frank en ik, en verwelkomen wij onze gasten met een handdruk of soms met een zoen. Het hangt ervan af hoe close we al zijn. Maar we blijven nu gewoon uit beleefdheid gewoon zitten. En we schudden geen handen en we zoenen ook niet. Eerste gast, tijd ervoor. Dat is Sebastian Steveniers, je zei het net al, Frank. De kans bestaat trouwens dat heel veel onder u hem niet kennen. Dat heeft alles te maken met het feit dat hij heel snel foto's levert voor de krant De Standaard in dit geval. Dan vergeet je daar wel eens naar te kijken, valt dat niet zo op. Maar hij heeft ook zijn eigen projecten, zijn eigen werk. En het is zo'n eigen werk dat we vandaag hier gaan voorstellen, dat hij komt voorstellen, hoofdzakelijk. En dat is de serie Bosfights. Fantastisch werk. Graag een applaus voor Sebastian Steveniers. Hallo, Sebastian. Masker mag af, even. Straks terug op natuurlijk. Bosfights, bosgevechten. Hè. Om te beginnen, we zien er al beelden van. Dat is een intrigerende, vrij intense fotoreeks, moet ik zeggen. Wat zijn bosfights? Zeg dat eerst eens. En de micro, ja. Bosfights, dat zijn gevechten, georganiseerde gevechten van hooligans, die afspreken in de bossen in Europa. Ik heb een ploeg gevolgd, Antwerp-Tilburg-connectie. En ja, die vechten in een bos. Dat is gewoon afgesproken, die komen samen. Met bepaalde regels, met geheimhouding. Die vechten puur voor het vechten. Maar vroeger was dat rond het voetbal geconcentreerd, op parkings of net buiten het stadion. Nu hebben ze plekken gevonden en natuurlijk met de telefoons tegenwoordig, gsm, kunnen ze goed afspreken. Maar dat is allemaal in het geheim, hè? Dus twee groepen die elkaar bevechten. Ja. En hoe ben jij daar dan bij geraakt? Een soort undercover operatie of hoe is dat gegaan? Ja, nee, het was niet echt undercover. Dat is een wereld die heel moeilijk is om binnen te geraken. Ja. Die willen geen pottenkijkers, die willen geen media, die willen geen mensen die, of buitenstaanders. Het is strafbaar waarschijnlijk. Dat weten we nog niet. Dat is nog in onderzoek. Maar ja. Maar hoe ben je er dan bij geraakt? Op de voetbal heb ik ooit iemand gezien die had een zonnebril aan. En die liet een filmpje zien. En die heeft zijn zonnebril af en die had twee blauwe ogen. Ja. En dat filmpje, dat bleek een bosgevecht te zijn. Dat was helemaal in de beginperiode. Dat was eigenlijk nog niet hier in België gebeurd. En dat was op een iPhone-filmpje. En dat is heel slechte kwaliteit. Je ziet eigenlijk bijna niks. Je ziet alleen maar fluo visjes en geluid en mannen die roepen. En ik dacht van, dat ziet er wel interessant uit. Ja. Waarom willen die mannen vechten? Die kennen elkaar niet, die haten elkaar niet. En ik dacht dan, alles benadruk ik altijd als fotograaf. En, ja. En dat is ook de enige reden dat ik zou kunnen binnenraken, is met mijn camera. Dus ja, ik heb die mannen dan leren kennen. Meer naar de voetbal gaan zien. Het was ook Antwerp had een kans om naar eerste klas te gaan. Ja. En na 6 maanden eigenlijk om te gaan met die mensen, hoorde ik dat er weer een bosfight ging komen. Maar je mocht je fototoestel meebrengen. Ja, dus ik mocht meegaan en ik heb mijn fototoestel toen meegepakt. Ze hebben mij toen voorgesteld en ik heb dat toen gezegd van ja, ik werk voor de Standaard, maar dit is niet in opdracht van de Standaard. Ik maak ook langlopende projecten. En maar zou ik er eventueel foto's van kunnen maken? Ik zeg, jullie krijgen die. En misschien dat ik er ooit eens iets van maak.
Omdat, ik had totaal geen idee wat het zou opleveren. Zo'n gevecht duurt ook niet lang. Dat kan 10 seconden duren, 30 seconden of 2 minuten. Maar na die eerste keer dat ik die heb gefotografeerd, waren die mensen heel blij ermee. Omdat op zo'n iPhone-filmpje, dat is heel vluchtig, dat is heel snel. Dat is puur in adrenaline. Die zijn met elkaar bezig. En het is een groepsgebeuren. Dit is kwaliteit. Ja. Toch. Ja, dus met mijn camera, dat is heel grafisch dat je dat dan ziet. En dan zien die wat er toen gebeurde. En ik heb toen afgesproken van, ik zal af en toe eens een beeld sturen waar jij op staat. Want de privacy is wel helemaal weg. Maar liefst. De privacy van die mannen is helemaal weg. Ze zijn herkenbaar. Ja, sommigen zijn onherkenbaar, sommigen zijn herkenbaar. Maar iedereen die er herkenbaar op staat, is een bewuste keuze. Omdat wij zijn allemaal... ik ben gearresteerd geweest. Ja. En, tijdens zo'n gevecht? Of, Nee, ze zijn gearresteerd geweest. Ik heb bezoek gekregen om 5:00 s'morgens van een SWAT-team van de politie die mijn deur hebben ingebeukt na 2 jaar dat ik met de reeks bezig was. En ze hebben mijn bed gesleurd. Je hebt in de gevangenis gezeten? Kop. Ik heb 3 weken in de gevangenis gezeten. Omdat ze mijn aandeel... ze geloofden niet dat mijn aandeel enkel fotograaf was. Heb je meegevochten? Nee. Ik heb ermee. Ik ben dan ook. Ik heb niet meegevochten, dus je moet dat gaan bewijzen. En dan denk ik, ben ik daarna beginnen denken van hoe kan ik dat bewijzen? Van, ik ben fotograaf, ik werk voor de standaard. Ik heb 6 jaar op de Academie van Schone Kunsten fotografie gedaan. Voor mij is dat heel duidelijk. Al mijn vrienden zijn fotografen. Ja. Maar je zit daar dan in een verhoor en die mensen geloven nu totaal niet. Dus dan, maar waarom? Doen die mannen dat? Want zij beschouwen dat als een soort vrijheidsbeleving. Hè? Ja, maar het is geweld. Het is geweld. Het is geweld en geweld is gemakkelijk te veroordelen, moeilijk te rechtvaardigen. Ja. Maar het is daardoor is ook dat die mannen het rond de stadion zijn getrokken, dat er geen pottenkijkers, vrouwen, kinderen of mensen die er niks mee te maken willen hebben. En vrouwen zijn niet toegelaten. Welk? Vrouwen zijn niet toegelaten. Ja, dat weet ik niet. Er hebben nog nooit geen vrouwen gevochten, toch niet bij mijn weten. Of volgende zo. Project. Ja. Ik mag er niet meer aan verder werken. Dus. Nee. Maar wat zijn de spelregels eigenlijk? Want je mag bepaalde dingen niet doen, hè, die gevechten. Op de grond mag er niet verder worden gevochten. Je mag niet trappen ook niet. Hè? Nee, of de ene geeft over. Ja. Er zijn nog andere regels. Hier in België en Nederland is het meer rechtstopstand vechten. En... in Rusland en Polen, waar het eigenlijk vandaan komt, is het meer MMA. En dat is ook op de grond. Ja. Meer wat? Op de grond. Op de grond. Ah, ja. Ik dacht dat er al een soort van borstelen. Ja, okay. En dat is hier niet. Alleen die regel. Maar je broer zat er ook bij, klopt dat? Mijn broer deed er ook. Die heeft. Ja, dat heb ik moeten gaan uitleggen waarom. Ja, je hebt er niks mee te maken, maar je broer vecht mee. Ja, mijn broer heeft na 6 maanden dat ik met die reportage bezig ben, dus een jaar eigenlijk al bezig. En mijn broer houdt van gevechtsport. Maar het is eigenlijk verheerlijking van geweld toch een beetje? Ik weet het niet. Ze doen het voor hun eigen. Ze doen het niet voor aan iemand te laten zien. Dat was ook niet de bedoeling dat dat naar buiten ging komen. Nee. Dat was ook niet voor de eer voor aan mensen te laten zien. Die had dat puur meer voor een minuut gladiator te zijn of de moed te hebben om langs elkaar te staan en te strijden. Wij leven in relatief veilige tijden, waar je geen stammenoorlogen meer hebt of je kroost constant moet verdedigen. En ik denk, ik heb er veel over gelezen. Het is een stammenoorlog eigenlijk, nee? Ja, zoiets dat er in de mens ze weten duidelijk waar ze aan begonnen zijn als ze beginnen te vechten natuurlijk. Tuurlijk, ze zijn daar om te vechten, dus ik begrijp er eigenlijk niks van. Ja, en ze trainen er ook voor, want je gaat niet in een bos vechten tegenover iemand... dat je weet wat je eigenlijk rammel van zou kunnen krijgen. Dus dat is ook wel een voorbereiding in die tijd. En het is eigenlijk een soort van sport, maar dan een officieuze sport. Er zijn ook wel Maar had je dan geen referees. Angst? Een angst? Angst, nee. Nee, ze wisten dat ik foto's trok en ik loop tussen de vechtende partijen. Een boom van een kerel. Ja, is zo. Maar, maar dat betekent niets als je dat is. Maar natuurlijk, omdat u er juist zei, undercover, nee, dat gaat niet. Ja. De beide partijen moeten er wel mee... Toestemming. Ja. En ook bijvoorbeeld met dat bleuren. Ze staan voor hetgene wat ze doen. Ze zijn er fier op. En ik heb ook in de gevangenis gezeten. Ik heb, ik heb over niemand gebabbeld. Ik heb enkel over mijn aandeel gesproken. En dan hebben ze daarna gezegd van,
ons moeten niet bleuren. Dat is misschien het enige positieve dat er uit deze reeks kan komen. Dat is iets. Zij willen naar voren komen. Ja, alleen ze zeggen, de politie kent ons toch. En... kent ons toch, ja. Ja. En ook, ja, je broer zit er dan bij, maar die vocht dan wel echt mee. Ja. Ja, dat mogen we niks over zeggen. U mag mijn broer uit, dan moet je dat vragen dan maar. Maar uw fotomateriaal is ook voor een deel afgenomen. Alles is afgenomen. Alles? Ja. En dus, waar komen die foto's dan vandaan? Ik ben ik ben vrijgelaten. Ik heb er 2 jaar aan gewerkt. Ja? Ja, dat is wel mijn werk, dat is tuurlijk, mijn kind. Job. En ik wist dat dat wel een interessant onderwerp zou zijn. Er is nog nooit iemand in de wereld binnengeraakt in zo'n fightclub. Ja? Ik ben ook de eerste die dat fotografeert. Ja? Dus ik wist van, ik heb hier goud in. Zelf, of dat je nu van... vechten houdt of niet. Bij mij was het meer het ding van, waarom doen die mannen dat? Ja. En heb je daar een antwoord op gekregen? Waarom doen ze het gewoon? Ik denk, voor de adrenaline. Zo, geweld zit in iedere mens, of niet? Is dat een beetje... Ja, dat weet ik. Ik heb er veel over gelezen. Ik ben er nu altijd niet uit. Maar ja, het is meer zo die adrenaline er staan, dat groepsgevoel. Want het draait eigenlijk niet altijd om winnen. Het is meer het... Liedtekens zijn eretekens ook, hè? Ja. Al goed zijn er nooit geen zware gewonden gevallen. Dus toch niet? Nog toch niet. Ja. Er zijn wel een paar foto's met een bloedende neus of zo. En tanden en zo. En tanden, ja. Krijg je zelf een kick van als je erbij staat en foto's neemt? Ja, ik voel wel het gevoel wat die mannen zouden hebben. Want de adrenaline. Maar dat is hoe ik met de dingen omga. Als ik iets interessant vind... ik heb in het verleden ook altijd van die... Ja, ik heb een prostituee gevolgd. Ik heb in van die erotische massagesalons gezeten. Ik heb altijd van die outsider... On the edge, ja. Ja. Maar je bent vrij laat met fotografie begonnen, hè? Je bent profbasketballer geweest. Je bent de zoon van Willy Steveniers, de beste Belgische basketballer aller tijden. Ja, dat is ook zo. Ik heb hem nog zien spelen, echt... de keizer, hè. En hoe ben je dan tot fotografie gekomen? En waarom? Op mijn 24 ben ik gestopt met basketballen. Ook door middel waarschijnlijk van de naam. Ik had niet het talent van mijn vader, maar ik stond op een kruispunt in mijn leven en ik dacht van, ja, wat ga ik nu doen? En ik had toen een artikel gelezen van mij in Humo, van een paar jaren terug. En toen had ik gezegd, als ik geen basketballer word, ik was 12 jaar, dan word ik acteur. En dan ben ik ingangexamen gaan doen op het Rits in Brussel. Heb ik een jaar op het Rits gezeten. Toneel. Ja. En dan fotografie. Ja, en dan, ik was daar vooral bezig met sterke beelden. En ik heb toen meegespeeld in een film met Gaston Bergmans. Ja. En toen waren er mensen van het KASK. En die zeiden dat er een opleiding beeld en installatie. Daar een jaartje beeld en installatie. En dan fotografie. En wat zegt je vader ervan? Van mijn keuze of van de fotografie en de foto's die je maakt? Ik denk dat hij een heel fier is op mij. Oké. Ik zou zeggen, doe hem de groeten. En volgende project, wat is dat? Ik ben... het is eigenlijk afgerond. Het is nu gewoon in postproductie bezig. Een vulkaan in de buurt van Napels. Het is niet de Vesuvius, maar het is een monstervulkaan. Aha. En wetenschappers hebben gezegd dat hem tussen 2018 en 2022... mogelijk tot een eruptie zou kunnen komen. Dus je gaat je tentje daar opslaan? Ja. Nee, eigenlijk liever niet. Maar... Oké. Bedankt, Sebastian, en veel succes in de toekomst. En groeten aan je vader. Graag gedaan. Niet vergeten. Ja. Dank je wel. Dank je wel. Bedankt, Sebastian Steveniers. Ja. We hebben dus 3 pitches vanavond en ik denk dat het nodig is om voor mensen die de Donkere Kamer niet kennen of nog nooit op een van de Donkere Kamers aanwezig waren, is het misschien goed dat we even uitleggen hoe dat in elkaar zit. Het zijn 3 mensen die beginnen met fotografie, die wel wat steun kunnen gebruiken en die vanavond eigenlijk aan u hier hun projecten komen voorstellen. Dat is de eenvoudige versie ervan. Maar u bepaalt hoe goed of... ja. Minder goed te zijn. Ja, wel, u hebt de keuze om hen al dan niet te steunen. U hebt bij het binnenkomen 3 muntjes gekregen. Die zijn, elk muntje is 1 euro waard, denk ik. Dus het is geld waard. Het is echt geld dat u bij u hebt. En u kan dat dus verdelen over de 3 pitchers. Als u straks buiten gaat tijdens een pauze, dan moet u die muntjes in de dozen stoppen die
telkens waar de naam van de pitcher op staat. Is het nog duidelijk, denk ik? Ja, denk wel. Maar je hebt drie muntjes per persoon. En je kan die aan één persoon, maar je kan die ook verdelen over drie. Ja. Dat is belangrijk. Zo is het, dat is belangrijk. Dus als u denkt van, wauw, dit vind ik echt heel knap, dan geeft u ze alle drie aan één of u kan ze eerlijk verdelen. En alle drie kandidaten één muntje geven. Het is niet makkelijk om hier vooraan te staan en op 3 minuten tijd... Dat is hard. Ja. Ja, een project voor te stellen. Eén, u zit erop te kijken, dat zijn die mensen niet gewend. En ze moeten niet alleen een goed project afleveren, maar ze moeten het ook nog kunnen verkopen. Dus dit is een soort van live crowdfunding waar u deel van uitmaakt. Ja, het vergt moed. Ik zou zeggen, maak u klaar voor de eerste pitcher. Dat is vanavond Simon Lambrecht. Hij heeft, net als zijn collega's, 3 minuten tijd om zijn project te presenteren. Simon, ga je gang. Zonder masker, het mag. Hè. Ja, doe maar uit. Anders krijg je niks gezegd. We tellen ook af, Simon. Je hebt 3 minuten, moet ik nog zeggen. En u zal, als het afloopt, de tijd, dan hoort u de muziek in de zaal. Zal u ook horen, het wordt altijd maar luider en luider. En plots zal Simon niet meer te horen zijn. Ja. Tegen dan moet het verhaal af zijn. Simon, een sprintje trekken. Alright. Mariette is net beginnen werken in de fabriek in Gent. Als ze op de tram naar huis ziet, ziet ze plots een dame voor haar staan. De dame die voor haar staat, is haar moeder, haar biologische moeder. Deze vrouw, waarvan ze het eerste decennium van haar leven het leven niet van afwist. Deze vrouw die nu voor haar staat op de tram, die haar achterliet als ze amper 10 dagen oud was. Deze vrouw staat nu voor haar en vraagt voor de eerste keer in haar leven om terug naar huis te komen. Mariette is 93 jaar oud vandaag. Ze herinnert zich een soort opluchting toen haar moeder stierf. De band die ze zo graag had gewild met haar heeft nooit bestaan. En toch draagt ze nog altijd vandaag haar moeders ring. Toen mijn oma ernstig ziek werd, besliste ik om terug naar België te verhuizen. En toen ze een maand later stierf, vond ik de brieven die we hadden geschreven als ik in het buitenland zat, terug. En door ze te herlezen ontdekte ik een soort schoonheid die ik daarvoor nog nooit had gezien. Een schoonheid in haar beschrijven van haar alledaagse leven. En ik wou die schoonheid proberen herontdekken. Ik wou in gesprek gaan met de mensen van haar generatie, de vrouwen van haar generatie uit de streek waar ik ben opgegroeid. Om die schoonheid die zij altijd had gevonden en ik nooit vond, tot toen, te proberen achterhalen. En in die verhalen, in die conversaties die we hadden met elkaar, kwam er een soort lijn, kwam een zekere identiteit die naar de oppervlakte kwam. De meetjes, met wie dat ik op een soort avontuur ga telkens, zijn stuk voor stuk krachtpatsers. Ze zijn doodeerlijk, grappig, vol van leven. Maar ze hebben een soort joie de vivre die ik nergens anders heb tegengekomen dan in de streek waarin ik opgroeide. En er is één quote die ik nog mee wil geven vanavond met jullie. Een quote die ik nooit ga vergeten, die naar boven kwam in een van mijn gesprekken met de meetjes. En ik denk die heel mooi opsomt wat ik probeer te doen of waarvoor dat zij staan. En dat is... mag hij op het scherm komen? Een oude kapel moet je versieren. Dank u wel. Bedankt, Simon. Ja, dames en heren, ik moet het u niet vertellen dat corona een en ander overhoop haalt. Ook de agenda van de Donkere Kamers is helemaal overhoop gehaald. Kaat zei het net, de eerste van het seizoen dit jaar. Het is eigenlijk ongelooflijk. Maar ook de koersagenda kreeg zo zijn update. Zo kunnen we nu in de herfst nog genieten van een editie van de Ronde van Vlaanderen. Binnenkort, Ja, binnenkort. Vandaag, dus het WK, moet nog komen. Ja. De Ronde van Frankrijk is net voorbij. Ja, heel raar. En
Er is een tentoonstelling, een prachtige tentoonstelling, ook rond de koers, helemaal rond de koers opgebouwd. Heren vertrekt. Misschien hebben mensen onder u het al gezien, in de Gentse Sint-Pietersabdij. En die is ook verlengd. Die expo staat helemaal in het teken van de koers, voor, achter, op de fiets. Enfin, u moet het gaan kijken om het gezien te hebben. Curator en fotograaf van die tentoonstelling is Jelle Vermeers. En Jelle is hier vanavond en hij neemt u mee, en ons ook, doorheen een aantal fotohoogtepunten van die tentoonstelling. Dames en heren, graag uw applaus voor Jelle Vermeers. Goedenavond. De eerste slide is eigenlijk een beeld van tijdens de Bing Bang Tour. Iedereen kent het wel, ze zijn daar. En... je mag zeker zijn dat ze er zijn, want de UCI is er blijkbaar in geslaagd om alle wedstrijden in 2 maanden te duwen. Dus de Ronde van Vlaanderen, de Giro, de Vuelta, de Tour de France, al die koersen, die komen eraan. Dus de koersliefhebber zal zeker niks tekort komen. De expo zelf. Ik ben 6 jaar hoofdredacteur geweest, co-hoofdredacteur van het wielermagazine Bahamontis. En na 25 nummers had ik het gevoel dat het voor mezelf wat op was en wou ik nog graag afsluiten met een expo. En samen met de mensen van Historische Huizen, Gent, hebben wij dan een tentoonstelling in elkaar gestoken. Heer vertrekt in de kop van de koers. En nu is het zo, in de kop van de koers, daarmee wouden we eigenlijk vooral het mentale aspect van mensen die iets met de koers te maken hadden, proberen te benadrukken. En we hebben dat gedaan aan de hand van een 4-5 personages. Het eerste personage zie je hier, dat is Roger de Kok. Hier zie je zijn meest befaamde overwinning in 1952 tijdens de Ronde van Vlaanderen. Op het moment van de opening, dat was in februari, leefde Roger nog en was hij eigenlijk de langst levende winnaar nog. Hier zie je de opstelling. Dus we zitten in het fantastische Sint-Pietersabdij. Dat is hier de Rifter. Waar dat we dan geprobeerd hebben om beelden in conversatie te laten gaan met de omgeving. Dus maar zoals ik zei, zijn er een aantal personages. En we beginnen met Roger. Dat is hier zo'n schitterend ingekleurd portret van een fotograaf van eind jaren 40 in Isegem. En we hebben eigenlijk geprobeerd om zijn verhalen, die zo typisch folklore zijn, een beetje te laten in dialoog gaan met hedendaagse renners en zo. Dus heb ik een aantal mensen zoals Yves Lampaert hier geportretteerd op de manier waarop dat vroeger gebeurde in de jaren 50, 40, 50, die statieportretten. Ik heb ook een beeld gemaakt van Jolien Doren, de viervoudig Belgisch kampioene. En de mensen worden eigenlijk in de tentoonstelling aan de hand van een audioguide, die krijgen dan het verhaal te horen van de mens in kwestie. En voor die audioguide heeft Ward Bogaert van Radio 1, die jullie wellicht wel kennen, heeft hij ook interviews genomen. Dus die mensen praten tot je, Roger. Dat zijn hier een reeks van seingevers die ik gemaakt heb. Dat zijn mensen die ook deel uitmaken van de koers, die eigenlijk ervoor zorgen dat alles in goede banen geleid is. En je hebt daar nogal vaak folklorefiguren tussen, heel schone mensen die daar uren en uren staan te wachten aan de kant van de weg en die dan de auto's en de renners in goede banen leiden. Dit is de fiets van Wim van Est. Dat was een Nederlandse renner die vooral bekend geworden is door zijn valpartij in de Tour van 1951. Roger de Kok reed net na de beklimming van de Peyresourde, of de Obis, denk ik, reden ze achter elkaar. En Wim was in de ravijn gevallen. Niemand had dat gezien. In die tijd was dat ook de gewoonte niet. En Roger heeft gestopt, heeft aan die man getoond. En via tubus aan elkaar te binden is Wim van Est 30 meter omhoog geklommen. We hebben niet alleen de oude verhalen, we hebben ook de verhalen van Ivan van Mol. Ivan van Mol, als die jullie bekend is, dat is eigenlijk de dokter van Mapei en van Quickstep, de koning Quickstep ondertussen. En die heeft eigenlijk 20, 30 jaar bijna, is hij daar dokter en eigenlijk ook psycholoog van de renners. Hij kent ze zeer goed, hij had een zeer goede relatie met Johan Misseeuw, met Tom Bone. En aan de hand van zijn verhaal hebben we ook het gevoel van Paris-Roubaix proberen op te roepen, omdat dat volgens hem een van zijn favoriete koersen is.
En dat hij daar ook het ergste meegemaakt heeft wat hij meegemaakt had als dokter. En dat was de valpartij van Johan Misseeuw in 1998. Misseeuw is in het bos gevallen, heeft dan zijn knieschijf gebroken, heeft dan gangreen daarop gehad en moest bijna zijn been geamputeerd worden. En dat was volgens dokter Van Mol een van de ergste dingen die hij daar meegemaakt had op de kasseien van Roubaix. Maar dokter Van Mol is een zeer interessant figuur. Hij vertelt heel mooie dingen over de dynamiek in een ploeg. De dynamiek op hier zie je bijvoorbeeld die dingen van Johan Misseeuw. Je ziet daar ook zijn befaamde paternoster hangen, die hij altijd op zak had, behalve twee keer. En dan is hij twee keer zeer hard gevallen. Dus die paternoster die hangt daar ook. Je ziet ook zijn helm, die hij tijdens zijn laatste Paris-Roubaix kapot getrapt heeft, omdat hij pas zesde geworden was, denk ik. Dus we hebben ook een aantal mooie voorwerpen in samenwerking met de mensen van Koers Roeselare. Dit is de bus. De bus is volgens Ivan de plek waar alles gebeurt. Waar je ziet hoe kopmannen zich gedragen tegenover knechten en zo. We hebben daar mooie beelden van Siegfried Eggers, die er ook is geweest, is een aantal edities terug. Je hebt niet alleen de knechten, maar er zijn ook de kopmannen. En daarvoor heb ik doorheen de jaren beelden gemaakt van de absolute kopmannen, de toerwinnaars. Dat is Federico Bahamontes, dat is de oudste nog levende toerwinnaar. En ik heb ook tot voor deze toer, nu is dat Pogacar, en dat was eigenlijk Egan Bernal. In totaal zijn er nog een 26-tal mensen in leven die de Tour gewonnen hebben. En ik heb er 18 kunnen portretteren. En COVID is daar natuurlijk schielijk tussen komen fietsen. Onze tentoonstelling was wel geteld 10 dagen open. En dan moest die gesloten worden. Maar het was de bedoeling dat ik tijdens de opening tot juli dat ik nog een 6-tal andere toerwinnaars ging gaan fotograferen. Onder andere Bernard Thévenin en zo. Maar door het virus is dat niet gelukt. Dus hier zie je onder andere ook Bradley Wiggins. Maar de mensen die het moeilijkste te fotograferen waren, dat waren de jongens van Ineos, van Sky van vroeger. Die worden zo hard afgeschermd van de wereld. Dus bijvoorbeeld voor deze Chris Froome ben ik eerst naar Gran Canaria geweest. En dan nog iets later, omdat hij daar dan vertrokken was, mocht ik nog eens naar een of ander Spaans Ilias Baleares eiland. En dan krijg je 3 minuten tijd, dan krijg je een vuistje, omdat hij toen ook al op zijn hygiëne gesteld was. En dan ga je weer naar huis. Dit is een knecht, een van de beste knechten in het peloton, Dries Deveneins. Ook die mensen vonden we dat we ze aan bod moesten laten komen. Deze waterdragers die door regen en wind alle dagen hun werk doen. Dus daar hebben we ook. Dus de tentoonstelling is niet alleen foto, zijn voorwerpen, zijn installaties, zijn ook veel videobeelden. Dit is het derde personage, een duo, een koppel eigenlijk, Louis Vervaeke en Astrid Collinge. Een zeer aangrijpend verhaal in die zin. Louis was eigenlijk en is een beloftevol rondrenner die op een bepaalde manier last had van faalangst en die eigenlijk nooit de renner geworden is die hij wou zijn eigenlijk. Hij wou de Tour winnen. Hij was ooit bij de Ronde van de Toekomst heel goed geëindigd. En op het moment dat hij heel diep zat, is hij in contact gekomen met Astrid Collinge. En Astrid is eigenlijk de weduwe van Antoine Dumoitier. En is zelf verpleegster. Antoine Dumoitier, dat is de jongen die verongelukt is in de Gent-Wevelgem 2016. Ook een wielrenner. En die hebben elkaar leren kennen. En van het een kwam het ander. En het is een zeer, zeer, zeer mooie relatie. Ik heb dan ook beelden gemaakt van de Waalse Pijl, omdat Louis had problemen eigenlijk mentaal om diep te kunnen gaan, om te kunnen afzien. En dat zijn beelden hier op de muur van Hoei die we gemaakt hebben. Maar hij was niet alleen bang om diep te gaan, hij was ook heel bang om te vallen. Want ik moet jullie niet vertellen, de afgelopen jaren zijn er zeer veel renners te val gekomen, zijn er ook renners overleden. En hij was eigenlijk echt, vooral hij was heel hard bang van motors in de koers. En een van die renners die jammer genoeg overleden is, vorig jaar nog maar, in 2019, dat is Bjorg Lambrecht. Die kwam in de Ronde van Polen te val tegen een duiker. En ik ben
Een dag na de begrafenis in Knesselaren ben ik in het dorp gaan rondlopen. En de mensen die hebben daar overal witte ballonnen en beren achter de ruiten gezet. En dat was een manier omdat Björk, jonge gast, ja, hij was 22, 23 denk ik, die had nog altijd ook zijn beer mee, zijn talisman. Dit is hier de plek. Het is een klein beetje... allemaal doom en gloom nu, maar dat is de plek waar Antoine Dumatier dus verongelukt is tijdens Gent-Wevelgem, omdat in de tentoonstelling zit er een zeer, zeer straffe getuigenis van zijn weduwe die in 6 minuten vertelde eigenlijk hoe zij die dag meegemaakt heeft dat haar lief daar verongelukt is door een motor die op hem gereden is. En ze vertelt hem daar heel veel, heel straffe getuigenis over. Dit is jullie wellicht, die man is jullie wellicht bekend, Poulidor, Raymond Poulidor. Hiermee vertellen we het verhaal van Corinne Poulidor, dat is het laatste personage, de moeder van onze bekende renners, de Van der Poels, de man van Adrie en de dochter van Raymond. En zij vertelt ook haar verhaal, hoe het is eigenlijk om als moeder, als vrouw, als dochter van, om in dat wielermilieu te aarden. Dus we hebben eigenlijk een uitgebreid palet van verschillende stemmen. Dat is hier eigenlijk het laatste beeld van Roger. Roger is overleden eind mei. Ik ben daar 10 dagen ervoor nog een keer goeiedag gaan zeggen. En dat is eigenlijk de laatste foto die ik van Roger gemaakt heb. Dus hij heeft het begin van de tentoonstelling meegemaakt, maar heeft ze jammer genoeg maar 2 keer kunnen bezoeken. Dus het staat jullie vrij dus om in de Gentse Sint-Pietersabdij deze tentoonstelling te bezoeken. Ik dank jullie. Bedankt, Jelle Vermeers. Ik wou nog even zeggen, die bimbanist die daar in de ravijn gevallen is in 1951, die had zijn horloge nog aan en die tikte nog. En dat was een Pontiac. En Pontiac heeft daar jarenlang reclame mee gemaakt. Hij viel in de dingen, maar zijn Pontiac tikte nog. Hij heeft jaren in de kranten reclame van gestaan. Dat zijn zo van die details die jij weet. Ja, dat wist ik nog. Ja. Oké. Nu, het is, ik denk dat het heel boeiend is. Jelle heeft dat alleszins goed verkocht. Mocht hij 3 minuten gehad hebben om te pitchen, het zou hem zeker gelukt zijn. Zeker wel. Ik denk tot 5 april was het. De data heb ik niet in mijn hoofd, maar nog tijd om te gaan kijken. Dus. Het is tijd ondertussen voor onze tweede pitcher. 3 minuten de tijd dus, krijgt Benina Hoe om haar project voor te stellen. Graag een applaus, dat helpt. Mijn project speelt zich af in de Zuid-Italiaanse stad Taranto. In de jaren 60 opende de grootste staalfabriek van Europa voor het eerst zijn deuren hier. En het was pas decennia later dat duidelijk werd hoe ernstig dat de gevolgen van de vervuiling eigenlijk bleken te zijn. En ondanks al het protest weigert de overheid nog steeds om de staalfabriek te sluiten, omdat de sluiting ervan zogezegd het arme zuiden in een nog diepere economische put zou duwen. Ik begon een fascinatie voor deze stad te krijgen nadat ik het verhaal van Carla in een artikel las. Carla woont al heel haar leven lang in Taranto en ze vertelde hoe dat zij vorig jaar haar zoontje verloor aan een zeldzame kanker. Giorgio was toen 15 jaar oud. En Carla's persoonlijke verhaal is hetgeen dat mij aan het denken heeft doen zetten. Ik begon steeds meer over Taranto te lezen en de problematiek daar. En hoe meer ik erover las, hoe meer vragen ik mezelf begon te stellen. Ik besloot om naar het zuiden van Italië te trekken en daar kwam ik in contact met de lokale bewoners, de NGO's en de activisten, waaronder ook Carla zelf. En het was ook toen dat ik besefte dat ik niet enkel een fotografische documentaire wilde maken, maar dat ik ook wel degelijk een verschil wou proberen te maken met mijn werk. En dat is ook de reden waarom ik vanavond hier sta. Ik zou graag een publicatie willen maken in samenspraak met Carla en de andere activisten. Deze publicatie zal de vorm hebben van een krantje en is niet enkel een verhaal dat op een visuele en toegankelijke manier verteld wordt, maar moet de lezer ook aanzetten tot actie. De pagina's kunnen gebruikt worden als posters. Iedereen die geïnteresseerd is, kan een stapeltje meenemen en verder verspreiden. En er zal een mogelijkheid zijn om een brief mee te ondertekenen en te versturen naar de Italiaanse premier. Deze brief pleit voor de sluiting van de fabriek en is al ondertekend door meer dan 5000 mensen. Maar tot op vandaag hebben wij daar nog steeds geen antwoord op gekregen.
mijn project Don't Be Deceived by Appearances. Met mijn project Don't Be Deceived by Appearances hoop ik niet enkel een meerwaarde te kunnen zijn voor de lokale gemeenschap, maar ik hoop dat het ook onderdeel kan zijn van een grotere beweging. Een grotere beweging die vecht tegen de uitbuiting van mens en milieu. Een grotere beweging die streeft naar een positieve verandering. Hoe groot of klein die ook mag zijn. Dank u wel. Geëngageerde fotografie. Bedankt, Benny Nahou. Dames en heren, onze volgende gast is Karel Fonteyne. Hij is een gerenommeerd modefotograaf. Karel Fonteyne verzamelde foto's uit pakweg 50 jaar carrière. Verhalende, tijdloze foto's, soms rauw, soms vrolijk. Modefoto's, maar veel meer dan dat. Eigenlijk de wereld zoals zij is en momenteel te bekijken in Brussel, in Hongaar. Dat is een prachtige fotoruimte, museumruimte. En daar moet u zeker eens naar gaan kijken. Zeer de moeite. Uw applaus voor Karel Fonteyne. Masker maar af, hè. Ah, heeft een snor. Verrassing. Karel, welkom. Frank zei het net, modefotograaf, maar eigenlijk, feitelijk, ben jij begonnen als kunstfotograaf. En ben je, geëindigd is het foute woord, maar ben je nu terug kunstfotograaf en zat daartussen in jouw parcours als modefotograaf ook. Hè? Maar het gekke is, 50 jaar fotografie in Hongaar te zien op 3 verdiepingen. Ja. En heel veel mensen kennen jouw naam niet. Ja, maar ik heb me er nooit mee bezig gehouden. Jij wou ook niet voor de camera gaan staan. Nee, in feite niet, nee. Dat is een bewuste keuze. Ja. Ja. Ja, omdat de foto's voor zichzelf spreken. En ik hoef daar niet zoveel uitleg bij te geven. Nee. Ja. En de overstap van kunstfotografie naar modefotografie, dat was eigenlijk ook een bewuste keuze? Om... Nee, dat was... om te broden. Hè? Voilà. Ja, ik was fotograaf, ik maakte foto's voor mezelf in de jaren 70, laat ons zeggen. Fotografie was niet echt erkend. En op een bepaald moment, ja, dan heb ik de keuze gemaakt om een beetje centen binnen te brengen, om mode te doen. Maar ik heb daar altijd wel mijn eigen verhaal en mijn eigen manier van werken meegenomen die dat ik in mijn kunstfotografie heb gelegd. Ja, heel eigenzinnige beelden levert dat op. Dat we hebben al een aantal foto's gezien hier. Met veel humor ook. Mm-hmm. En er zijn wel wat interviews met jou gepasseerd in de loop der tijd natuurlijk. Waarin je ook altijd zegt van, wat je net zegt, ik ben mijn goesting blijven doen. Maar dat lijkt mij toch niet eenvoudig in die wereld die toch een aantal afspraken heeft, de modewereld. Ja, dat is heel moeilijk, maar als je een beetje koppig bent, dan drijf je dat gewoon door. Hè? Ja, want kledij, bijvoorbeeld deze foto, we zien er haast niks meer van. Nee, maar dit is geen modefoto. Dit zijn de laatste foto's dat ik gemaakt heb van een project Tales of Silence, want de stilte is altijd heel belangrijk geweest in mijn werk. En de natuur ook, hè? En de natuur, omdat de tactiliteit heel belangrijk is. En bijvoorbeeld deze heet She Dreams What You See. Hè? Dat zie je dus ook wel. Ja. En de kleding is niet zo belangrijk. Ik zoek de kleren in functie van mijn idee, want ik maak altijd tekeningen in feite van mijn idee, want ik werk van binnenuit. Ik fotografeer meer een innerlijke wereld dan een uiterlijke wereld. Ja, dus je besteedt heel veel tijd aan het uitwerken van dat idee dat je hebt. Je zet het op papier, je zet het al in scène eigenlijk, vooraleer dat je een foto gaat nemen. Dus de foto is eigenlijk gewoon jouw verbeelding op papier. Ja, dat is gewoon hoe dat ik dingen capteer die in de wereld gebeuren. Ik interpreteer dat en ik maak schetsen. En dan zoek ik de elementen, de locaties en dan... fotografeer ik het, want het fototoestel is in feite een werktuig, zoals een pen ook een element kan zijn om iets uit te drukken of de borstels voor een schilder. Ja, wat zijn, sommige van je foto's zijn eigenlijk bijna schilderijen ook. Ja, want ik moet soms denken aan Michael Bormans. Ja, ik heb lang gezocht in feite. In schilderijen heb je reflecties van de vernis die erop zit. Mm-hmm. Hè? Dus ik heb heel lang gezocht om dat effect te krijgen dat je af en toe reflecties in een schilderij krijgt, zoals de vernis. Maar
Ik heb ook, als je lang naar mijn foto's kijkt, vooral die kleurenfoto's, zit er een zekere gelaagdheid in. En hoe langer je daar naar kijkt, ontdek je altijd iets anders en iets dieper. Want er zit een diepte in. Het is niet gewoon een mooi beeld. Het gaat veel verder. Ja, ja. Ja. En dan zie je ook... Ja, sorry. Je improviseert dus nooit. Jawel, soms speel ik ook met een toeval. Ik heb een idee en als het, soms gebeurt er iets verrassend... En dan gebruik ik het ook natuurlijk. Ja. Uiteraard. Ja. Ja, maar je werkt ook, en als bewust, en trouwens, we zien nu een reeks foto's die best grappig is ook. De dame net met haar blote billen. En die haar trui of haar kleed of whatever over haar hoofd trekt. En de vogels er rond. Dat is bijna surreëel ook, de beelden waar je mee werkt. Ja, er zit altijd hetgeen dit, dat... Ja, grappig, ja. Ja, voilà, ze heeft schrik van vogels, hè. Dat zou ook zien. Ah ja, oké. Okay. Ja. Maar nee, die vogels die waren toch niet gepland, hè? Nee, want in de tijd bestond Photoshop niet. En dan maakten we fotomontages, moesten we kartons uitsnijden. En dan maakte je gewoon een compositie. Als je iets niet kon in realiteit fotograferen... Dan zocht je de elementen en dan in de donkere kamer deed je dan sneed je karton en je maakte je beeld in feite met de dingen te verplaatsen en door te drukken in de foto. Ik wil nog eens even terugkomen toch op die kleren waar ik daar net over had. Nu, die foto was niet goed gekozen, maar toen je midden in die modewereld zat, je hebt er toch een 15-tal jaar doorgebracht. Misschien langer blijven hangen dan je van plan was. 15 ongeveer, ja. Je hebt toch een aantal foto's gemaakt daar die atypisch zijn voor een modefotografie. Een kledingstuk is belangrijk, dat moet getoond worden door een model en dat je moet zien hoe dat valt. Maar je hebt daar heel gekke dingen mee gedaan. Ja. Je hebt modellen ook door de modder laten kruipen. En, hoe is dat? Ik bedoel, je hebt toch wat overredingskracht nodig gehad om dat gedaan te krijgen. Ja, maar als je iets bepaald in je hoofd hebt, dan heb je ook die overtuigingskracht om het naar voren te brengen, hè. Zo heb ik voor de Franse Vogue een reeks gemaakt over haute couture. En dan hebben we dus die mensen met slijk besmeurd. En in een verlaten stuk van Parijs hebben we vuur aangestoken. We hebben die modellen fakkels gegeven. En in feite is die reeks... Er stonden ook lijfwachten bij, want er waren juwelen bij van Cartier. En er stonden lijfwachten bij met mitraillettes en die waren bewapend. Spannend. Dat is een beetje ridicule, maar het was zo. En die reeks is in feite verschenen toen het de Golfoorlog uit is gebroken, op hetzelfde moment. En dat heeft een heel groot... schandaal in Parijs veroorzaakt. Omdat je dat niet mocht samenbrengen, mode en politiek of wereldproblematiek? Omdat in feite de modeontwerpers, vooral de Franse modeontwerpers, die vonden het afschuwelijk dat ik het heilig huis van de haute couture in zo'n daglicht kon plaatsen. Maar dan die Japanse ontwerpers zoals Rei Kawakubo en zo, die vonden dat super, want die zagen er de humor van in. Want het is allemaal toch relatief, die mode. Ja, het is een kwestie van cultuur. Dus in Japan werd dat wel heel erg gesmaakt vanaf het eerste moment. En hier was het moeilijker. We hebben net een reeks foto's gezien, of een paar foto's uit de reeks Black Earth, denk ik, waar je modellen echt helemaal met modder in gesmeed hebt. Takken op hun hoofd, ze verdwijnen bijna in de natuur. Dat is zo sterk hoe... daar heb je je helemaal laten gaan. Nou, ik hou van de tactiliteit en hetgeen dat heel belangrijk is in mijn foto's, is de emotie. Ik praat veel met de modellen of met de mensen, want ik hoef niet altijd met echte modellen te werken. Maar liever niet misschien zelfs. Liever niet misschien zelfs. Pardon? Liever niet misschien zelfs met echte modellen werken. Ah ja, kijk, omdat de modellen hebben een soort van beweging en voor een soort van hoe dat ze bewegen. En dat is altijd hetzelfde in feite. Terwijl dat gewone mensen, die hebben dat niet. Dus als ik daar iets aan uitleg, dan kunnen die dat ook beter vertalen. Dus ik breng ze in een soort van moed
En dan gebeurt er iets en dan fotografeer ik het. Ja, we gaan even terug naar die modellen nu die je met modder hebt ingesmeerd. Hoe is dat tot stand gekomen, heel die reeks? Ja, dat is gewoon een idee geweest. Ook een idee dat ik heb neergeschreven. Op een bepaald moment had ik ontzettend veel werk en moest ik de hele tijd vliegen van Milaan naar Parijs, naar Londen, naar New York. En op een bepaald moment zat ik op de luchthaven van Zaventem. Ik moest naar Italië vertrekken. En ik begon te draaien en ik voelde me heel slecht. En toen hebben ze... De 900 was dat nog in de tijd en nu is dat de 100. Hebben ze met een rolkarretje weggebracht. Dan heb ik toch 2 maanden of 1,5 maanden in het ziekenhuis gelegen. Want in feite had ik alle... Het was zoals een accu die leeg was. Hè. Ik had geen magnesium niet meer, geen fosfor. Dus opgebruikt. Ik was opgebruikt. En dan heb ik bij mezelf gedacht, ja, kijk, zit alles nu eens op een rijtje. En dan heb ik een boek gemaakt en dat deed Black Earth. Er staan 4 hoofdstukken in. Er staat ook een hoofdstuk in dat deed Il me semblait, het scheen me toe. En dat is in feite het verhaal over iemand die een rug voelt van iemand en die staat vol met beauty spots. En die ontdekt daar, die kent Braille en die ontdekt daar een verhaal op. Dus dat is een beetje in de atmosfeer. Want de Zuid-Amerikaanse schrijvers, hebben me heel sterk beïnvloed. Zoals films ook, hè? Niet alleen boeken, maar films ook. Ja. Zoals Borges, ja. Gabriel Garcia Marquez, Julio Cortázar. Voilà, daar heb je ze. Het verhaal gaat trouwens verder op de muur, hè? Het eindigt niet. ja, en dan zijn er nog 3 andere verhalen, onder andere het verhaal dus dat ik de mensen met slijk heb ingesmeerd. Omdat dat iets heel primitief heeft en iets back to earth en het heeft heel veel met tactiliteit te maken en met gevoel en met alle... De senses, hè, met ruiken, oren, smaken, voelen. Ja, en dat zie je bijna en dat voel je en dat ruik je bijna allemaal als je naar die foto's kijkt, vind ik. Maar, de aarde. Ja, de aarde. Dat zie je heel sterk als je in een hangar rondloopt en al die foto's ook ziet van 50 jaar fotografie. Het is ongelooflijk. Er zit ook heel veel variatie in dat werk van jou. Want ik heb heel veel... Ja, kijk, ik kou van verandering. Eens dat ik iets... ken, dan wil ik iets anders. Ja. Dus dan heb ik een ander idee. Dus heb ik heel veel verschillende thema's aangeboord. Daarom is het ook altijd ingewikkeld voor mensen geweest, omdat ze bepaalde foto's van me kennen, maar ze hebben nooit de link in gelegd. Feite de link gelegd. Ja. En al die foto's in feite, die hebben dezelfde emotionaliteit in zich en het gaat altijd over hetzelfde. Ja, want ook dit, je kan ze daar zien, sorry Karel, dat is makkelijker voor jou. Ja. Maar deze foto, het is een reeks ook waarin je takken verzameld hebt en fotografeert die de vorm hebben van een geweer, een wapen. Het kan een revolver zijn, een geweer, whatever. Maar een wapen en je... Ja, je vindt ze gewoon zo in de natuur, maar legt ze op zo'n manier dat het bijna een blad is uit een bladzijde uit een catalogus. Deze bijvoorbeeld. Ja, dit heet Los Pinos de Pinochet, wat in feite de pijnbomen van Pinochet betekent. Chili. Van Chili, hè, de dictator van Chili. Dit is in feite een politiek project geweest. En daar heb ik me op gebaseerd dat in feite alle kleine kinderen, zowel jongens als meisjes... Die rapen op een bepaald moment in hun leven, als ze een takje zien liggen, die rapen je dat op en pang, dat is een pistool. Dus in feite zit de vrijheid al in de mens zonder dat we het zelf beseffen. En dat heeft ook met overlevingsdrang te maken, als je heel ver gaat. Dus ik heb een hele reeks gemaakt van takjes en het is pas met technische camera. En het is pas daarna dat ik heb gedacht aan wat doet mij dat denken. En zo heb ik elke foto een titel gegeven die geëmbosseerd is in feite onder de foto. Zoals deze foto, dat is Gabriel Garcia Lorca. Dat is een Franse poëet die gemarteld is door de falanga van Franco in de tijd. En het zijn zowel de dictators die aan bod komen,
of de mensen die er tegen gevochten hebben. Gewoon of dit nee is er ook, denk ik. Ja, ja. Nu, we zijn dit gesprek, Karel, begonnen met de mededeling dat je begonnen bent in de kunstfotografie, dat je binnenin de modefotografie zit, dat je terug bezig bent volop met je gewoon aan je kunstfoto's te wijden. De tentoonstelling in Hangaar heet ook The Circle. Mm-hmm. Is de cirkel rond? Ja, voor mij is de cirkel nu rond. Ik ben in feite waar dat ik begonnen ben. En nu kan er een ander cirkeltje komen. Het zal misschien wat kleiner zijn. Maar je bent in evenwicht. Het voelt perfect. Ja, 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 tuurlijk. Maar ik vond het leuk om eindelijk eens een overzichtstentoonstelling te hebben. Er zijn trouwens maar 11 thema's vertegenwoordigd. Want in het boek dat eventueel binnenkort uitkomt, zitten 22 thema's in. Dus hier zitten er 11 en het geeft toch een overzicht dat alle dingen, alle reeksen die ik gefotografeerd heb, onderling verbonden zijn. En ik heb dan ook in feite bij bijvoorbeeld, er is een reeks After Dark, dat is het begin, dat zijn mijn beginfoto's. Daar heb ik bijvoorbeeld foto's van de laatste reeks enkele tussengangen, kleurenfoto's. Het is om duidelijk te maken, in feite, en dat heb ik bij alle reeksen gedaan, dat alles gewoon met elkaar verbonden is. Met elkaar. Zelfs als ze volledig verschillend zijn, hebben ze toch dezelfde ondergrond en dezelfde basis. Ja, dat is het mooie eraan. Het is helemaal niet chronologisch opgebouwd en toch voelt het allemaal met elkaar in verband, staat het allemaal met elkaar in verband. Ik zou zeggen, allen daarheen, echt, u moet op veel plaatsen zijn als u zo overal naartoe gaat waar we u naartoe sturen. Maar dit is echt een mooie plek, ook Hangaar, om de foto's van Karel Fonteyne te gaan bekijken. Heel erg bedankt. Dank je. Voor de pauze heeft u nog recht op onze laatste pitcher. En hij heet Bert Bossaert. Ga je gang, Bert. Daar is Bert. Ja, applaus. Goedenavond, mijn naam is Bert Bossaert. De reeks die ik vanavond aan jullie voorstel heet Violence and Exploitation. De reeks is ontstaan tijdens vele lange wandelingen. Ik heb een hele periode onbevangen kunnen fotograferen zonder rekening te houden met een doel of plan. Enkel vormelijk zorgde ik ervoor dat ik telkens op dezelfde manier werkte. Ik werkte steeds met dezelfde analoge middenformaatcamera, altijd op zwart-wit film. En de beelden zijn ook steeds verticaal getrokken. In eerste instantie leken de beelden daarom ook een onsamenhangend geheel te zijn van details, momenten, vormen, symbolen. Je kan ze gerust zien als een verzameling van flitsen. Je ziet bijvoorbeeld een graf waarop een kruis lijkt te zijn verplaatst. Je ziet een grote witte adelaar of het standbeeld ervan in een grote afgemeten voortuin. Ganzen die in een vijver ploeteren. En je ziet ook onbedoelde sporen van menselijke passages. Maar de vorm en de betekenis van deze reeks komt er pas in het samenbrengen van al die beelden. Als fotograaf maak ik keuzes door een titel te kiezen en een sequentie door de beelden in een bepaalde volgorde te plaatsen. Hierdoor ontstaan er opeens allerlei associaties en onderlinge verbanden tussen de beelden. En het is eigenlijk een heel deconstructie dat er opeens een nieuwe werkelijkheid ontstaat. Ook als kijker, als je naar deze reeks kijkt of naar de beelden kijkt, kan je zelf nieuwe verbindingen beginnen te leggen en een eigen betekenis geven aan de beelden en aan de reeks. De titel Violence and Exploitation is ook niet toevallig gekozen. Het is een zware titel, zeker als je kijkt naar de beelden in het begin. Je stapt eigenlijk binnen in een rustige wandeling, maar onvermijdelijk met die titel in je achterhoofd wordt je blik meteen al gestuurd in een bepaalde richting. Tijdens het maken van deze reeks werd het voor mij vrij snel duidelijk dat de boekvorm de beste manier was om deze beelden en deze reeks vorm te geven. Met dat in het achterhoofd heb ik afgelopen zomer ook deelgenomen aan een masterclass van mentor-mentor met de Belgische fotograaf Geert Goyris. Het was een vrij intensieve periode van 5 dagen waarin ik zelf op onderzoek ging naar hoe die onderlinge relaties tussen beelden de betekenis kunnen sturen. De 5-daagse werd afgerond en ik liep naar buiten met een fysieke boekdummy en een titel.
En voor mij was heel dit proces een stevige duw om dit project ook concreet te maken. En daarom sta ik er nu ook vanavond voor jullie met als doel om van violence en exploitation ook effectief een boek te maken. Er zijn al concrete stappen gezet, er zijn gesprekken met een vormgever, een boekbinder en we zijn samen op zoek naar de juiste drukkerij. En met mijn deelname vanavond aan deze pitch hoop ik dit project ook te kunnen finaliseren. Dank u wel. Dankjewel. Bedankt. Goed getimed, scherp getimed. Bert Bossa, perfect, ja. Op 3 minuten. Het is pauze en dat betekent dat het muntjestijd is. Ja. Het mondmasker zit er al op, dus dat is goed. U doneert dus uw muntjes naar eigen keuze in 1 of meerdere dozen of zakjes. Ik ken de vorm niet. Ja, de pauze duurt 25 minuten. U kan iets gaan drinken in het café als u dat wil. U kan misschien ook buiten een luchtje gaan scheppen. Het is belangrijk bij het verlaten van de zaal, daar moet u nu even op letten, is dat rij F begint en dat we dan zo, ik denk dat dat achteraan is, weet ik eigenlijk niet goed, en dat u dan zo rij per rij eigenlijk buiten gaat. De boekenstand van de Reigeren is ook open. Daar kunt u fantastische mooie fotoboeken bekijken en eventueel aanschaffen. Tot straks, dankjewel. Tot over 25 minuten. Welkom opnieuw. We nemen de draad weer op met een project dat Borealis heet. Borealis betekent noordenlicht, dat mooie groene licht. U kent dat wel, dat vooral boven de Poolcirkel wordt waargenomen. Niet helemaal, soms ook eronder. Maar hier heeft het dus met bossen te maken. Hier in Knokke aan de kust merk je het niet meteen, maar de wereld staat nog altijd vol bossen en bomen, gelukkig maar. En fotograaf Jeroen Toirkens en ook auteur Jelle Brandt, Cortius raakten zeer geïntrigeerd en zetten het Borealis-project op. Ze reisden gedurende 5 jaar door 8 landen. Dichtbij en veraf en naar de bossen en praten en fotografeerde bossen. En vroegen aan de mensen daar, wat doet een bos met een mens? Dat is de vraag die ze overal stelden. Het boek is klaar en de fotograaf is ook hier, Jeroen Toirkens. Ik zou zeggen, kom maar Jeroen, geef hem een applaus. Dag Jeroen, ga zitten. Dankjewel. Hoe voelt dat alleen zonder je compaan? Ja, het voelt heel eenzaam nu. Ja. Maar je kan het best ook alleen uitleggen, ja, denk ik. Ja. Jullie werken allebei, jij en Jelle, voor het dagblad Trouw. Klopt, ja. Maar er is meer dan dat. Jullie hebben allebei ook een enorme liefde voor... Oh, start meteen een filmpje. Ja, dat is een... Het filmpje, dat was ons laatste verblijf in Alaska. Okay. Daar begint het boek ook mee, dus ik dacht... Ja, goed. Ik was even afgeleid. Ik dacht, we gaan foto's zien, maar we zien een filmpje. Ja. Maar goed, jullie zijn daar geweest. Jullie hebben een liefde voor bossen, allebei ook. Mm-hmm. En jullie wilden, denk ik dan, weten wat dat bos betekent nog. En die Borealis heeft nog een andere betekenis dan alleen noorderlicht, denk ik, voor jullie, hè? Ja, de boreale zone, zoals het wetenschappelijk heet, is, is de noordelijkste strook bomen op aarde. Dus dan heb je het over iets ten noorden en ten zuiden van de Poolcirkel. En het is de grootste vegetatiezone, de grootste bioom op aarde. Dus het is een oppervlakte groter als bijvoorbeeld de Amazone. Ja, en dus heel belangrijk. Heel belangrijk, ja. Heel belangrijk, zo belangrijk dat jullie dachten we moeten daar absoluut naartoe en verhalen gaan sprokkelen. Zeker, omdat het ook, naast dat het heel belangrijk is, het ook eigenlijk heel onbekend. Als het over bossen gaat, dan gaat het bijna altijd over de Amazone, die natuurlijk ook heel erg belangrijk zijn, de regenwouden. Maar de boreale zone is vooral, waar wij leven, heel erg onbekend. En daar wilden wij verandering in aanbrengen. Ja, en in die 8 reizen die jullie gemaakt hebben, naar heel uiteenlopende streken toch, zijn jullie ook telkens op andere problemen gestoten, denk ik. Hè? Of andere oplossingen ook voor de problemen die... Ja, precies. Het is een boek wat eigenlijk... Ja, de problemen zijn natuurlijk heel belangrijk, maar het gaat ook eigenlijk over de liefde voor het bos. Dus de bewoners die er wonen, de mensen die van het bos leven, of die in het bos leven, die hebben ook echt een relatie met het bos. En dat is eigenlijk wat wij ook wilden laten zien. Dus we wilden de problemen laten zien, zoals de enorme bosbranden in Siberië, klimaatverandering uiteraard, opwarming van de aarde. Maar ook juist hoe die mensen die hun hele leven al in het bos leven, of generaties lang in het bos leven, wat hun relatie is tot dat bos. Ja, en we zitten dan... In het noorden helemaal, daar zijn de omstandigheden ook niet altijd even aangenaam. Nee. je spreekt op een bepaald moment, ik denk in het begin van het boek zitten jullie... waar zitten jullie daar? -55 graden Celsius. Afschuwelijk. Ja,
ja. Nee, ik denk er met liefde aan terug, maar het was wel ik krijg er koud van als koud, ik er aan denk. Het was ook de meest extreme temperatuur die ik ooit heb meegemaakt. We zijn in januari 2018, een van onze reizen ging naar Canada, die hadden we al lang van tevoren bepaald. En we gingen op bezoek bij de Cree, de inheemse bevolking van Noord-Canada. En we wilden graag een verhaal maken hoe zij streden samen met Greenpeace tegen de massale houtkap in hun leefgebied. Mm. En er was een heel klein gebiedje wat nog niet gekapt was, wat nog echt oorspronkelijk ook wel virgin forest genoemd, echt een ja, woud. Oerbos heet dat ook. Ja, precies. En daar wilden we graag naartoe. Maar we hadden nou eenmaal gepland dat we dat in januari 2018 zouden doen. En ik weet nog dat het december was. We vlogen op 2 januari. En ik geloof eind december zag ik op teletext een berichtje staan dat het in 100 jaar niet zo koud was geweest in Canada. Oh, yeah. Er spoelden zelfs bevroren haaien aan in Noord-Amerika. God. Zo koud was het. Dus die Cree die vroegen zich ook af, ja, waarom komen jullie in hemelsnaam nu? Ja, en hoe fotografeer je dan? Nou, heel moeizaam. Ja. Met zo'n grote wanten. Ja, nou ja, je moet natuurlijk heel veel kleren. Gelukkig werden we heel goed verzorgd door onze gastheren. Die geweldige kleding voor ons ook hadden. Maar ik werk analoog, dus op film. Met een grote middenformaat camera, een Mamiya. En die camera die doet het gelukkig altijd. Ja. Want die is volledig mechanisch. Er zit ook geen batterij in. Maar het wisselen van film was wel extreem moeilijk in die omstandigheden. Maar je fotografeert analoog. Wat aan zich eigenlijk, als je daar interessant is, als je in die streken zit. Dus je ziet pas veel later wat het geworden is. Ja, dat moet ik best wel vaak uitleggen. Maar op een of andere manier geeft dat mij juist meer rust. Omdat ik dan volledig in het moment ben. Niet kijken. Ik kan niet kijken, nee. Dus ik ben volledig in het moment. Ik moet volledig vertrouwen op mijn kennis en mijn intuïtie. Maar dan moet je ook minder fotograferen. Ja, je fotografeert veel meer. Ja, sowieso. Ja. Want er gaan 10 opnames in een film, op een filmpje, middenformaat. Ik heb dan 40 films bij me, of iets meer. Maar ja, dat is 400 opnames. Mm-hmm. Dat is, eigenlijk dat, weinig. Dat, als je digitaal fotografeer je dat in één dag, bij wijze van spreken. Ja. Maar je voelt waarschijnlijk ook al wel wat je fotografeert, dat het goed zit. Wanneer het goed zit, of niet. Heb je zo geen extra... Ja, dat vind zintuig ik, ontwikkeld. Dat vind ik heel prettig, dat ik daar dan op vertrouw. En meestal komt het dan ook wel goed. Maar juist ook dat de imperfectie, de dingen die je niet kan plannen, dat vind ik ook zo mooi aan analoog werken. Ja. Dat er soms toch... Verrassingen tussen zitten. Ja, ook, dat die dan toch net een beetje aangename. Overbelicht is of zo. Of dat er net een iets grovere korrel in zit. En dan word ik altijd wel blij. Ja. Ik denk dat het al duidelijk is, maar jij bent dus wel degelijk de fotograaf van dienst. En Jelle Brandt Cortius, die schrijft de verhalen erbij. Ja. Er is een fantastisch boek dat hier op tafel ligt, ook waar al die verhalen in staan van wat jullie meemaken dag aan dag. Hoe jullie het aanpakken. Ik heb ook uit het boek geleerd, en we hebben ondertussen al een paar foto's zien passeren, van de boom van de dag. Dat is een opdracht die jij jezelf gegeven hebt, Jeroen, om elke dag... een boom te fotograferen. Dat lijkt eenvoudig, maar als ik dat zo lees, is dat niet zo? Nee, dat was niet altijd eenvoudig. Wat is er zo moeilijk aan? Een vorig project wat ik heb gedaan ging over nomaden. En die leven, zoals jullie misschien weten, op de steppen. Dus daar heb je altijd de wijdheid en de horizon. Dus dat was ik als fotograaf gewoon, om die horizon te zien. Mm. En in een bos... heb je natuurlijk letterlijk te maken met een engte, met een krappe ruimte. En dat, plus daarbij de apparatuur die ik gebruik, dwong mij om die boom vanaf een bepaalde afstand te zien. En eigenlijk fotografeer ik ook heel vaak niet per se eens de hele boom, maar eigenlijk alleen de stam. En ik ging iedere dag eigenlijk op zoek naar een boom die voor mij op dat moment het verhaal vertelde. Hmm. Of iets over het verhaal vertelde. En in die zin heb ik eigenlijk meer geprobeerd om een portret van een boom te maken dan om puur een natuurfoto van een boom te maken. Ja. Wie zijn deze heerschappen die we nu zien? Dat zijn de Nederlandse mariniers. Die trainen in Noord-Noorwegen in extreme kou. Toevallig tegengekomen? Nee, dat was een onderwerp wat we vooraf hadden bedacht. eigenlijk iedere reis die we hebben gemaakt heeft een bepaald thema. En dit thema was echt survival in the forest. En jullie hebben meegedaan?
We hebben meegedaan, ja. We hebben ook buiten geslapen. Ik kon niet anders waarschijnlijk. Nee, we zijn ook in een ijsbak gedoken met onze kleding aan en rugzak om. Dus. Ja, jullie zijn echt wel avonturiers. Hè? Op stap gaan in de taiga ook met een berenspray op zak. Was je dan echt overtuigd van het feit dat die ook werkt? Nou, dat hebben we voor de zekerheid even uitgetest. Op elkaar. Op elkaar. Nou, het was toen heel windstil en we hadden die spray even uitgeprobeerd, maar we liepen vervolgens zelf in die walm. Dus het werkt wel echt als je een beer tegenkomt. Ja, gelukkig maar zijn we geen beer. Nee, nooit ook de aanwezigheid gevoeld van een beer, want je voelt dat, denk ik. Ja, zeker wel gevoeld. Ja. Want dat was waar het filmpje waar de presentatie mee begon. Dat was onze cabin in Alaska, waar we met een watervliegtuigje zijn gedropt. En 10 dagen later werden we daar weer opgepikt. En in die tussentijd zaten we alleen met z'n tweeën daar. Volledig zelfvoorzienend. We hadden al eten meegenomen. En tussen de beren, want die leven daar. Ja. En ook elanden. Die dus zijn best ook gevaarlijk, die elanden. Ja, ja. Voor mij was die reis heel belangrijk. Voor mij ook als fotograaf. En hoe ik ook in het onderwerp stond. Want tijdens die laatste reis waren we eigenlijk zelf het onderwerp. Mm-hmm. Wat doet het bos met ons? En wat doet het bos met jullie? Wat heeft het bos met jullie gedaan? Nou, ik denk dat het voor mij en voor Jelle verschillend is. Maar voor mij persoonlijk ben ik eigenlijk tijdens die laatste reis me pas echt gaan waarderen dat het bos voor mij ook heel erg belangrijk is vanwege de schoonheid. En het feit dat je nog in een bos kan verdwalen. Hmm. Ik woon in Nederland. Nou ja, Vlaanderen is niet heel erg verschillend. Hoeveel plekken zijn er nou nog waar je kan verdwalen? En ik vind het juist dat doe je daar best wel niet, hè, verdwalen in de taiga? Nee, maar je hebt wel het gevoel als je daar in je eentje bent, in zo'n hutje, dat je, ja, je bent volledig op jezelf aangewezen. Mm. En je bent omringd door bomen. Dus ik heb me die reis ook echt geprobeerd om dat voor mezelf vast te leggen. En uiteindelijk kwam daaruit dat die schoonheid voor mij ook heel belangrijk is. Dat is ook een waarde die verdedigd mag worden. Ja, ik zou daar al niet over twijfelen dat een bos een schoonheid is om naar te kijken en in te zitten. We zijn het project begonnen, ik ben documentaire fotograaf, dus we kijken vanuit een journalistiek oogpunt. En de onderwerpen die we hadden gingen over wetenschap, over klimaatverandering, ja. Dus eigenlijk hele abstracte onderwerpen. En in zo'n laatste reis kwam ik eigenlijk voor mezelf pas echt goed achter wat dat dan voor mij betekende. Ja, dit beeld hier trouwens, wat we nu zien, is sterk. Is een van de bosbranden. Ik denk, was het vorig jaar of 2 jaar geleden? Vorig jaar, ja. In de taiga. Ik weet niet hoeveel bomen er zijn aangegaan, maar heel veel, denk ik. Het is een gebied ongeveer de oppervlakte van België, wat vorig jaar is verbrand. En dit jaar bijna hetzelfde. Ja, maar daar zijn jullie overgevlogen. Ja. Want we hadden die reis al heel lang van tevoren gepland, omdat het een belangrijk onderwerp is. Ieder jaar staan de bossen in brand. Het heeft ook een functie, alleen ze worden steeds groter, dat is het grootste probleem. Mm. Alleen het was voor ons in Rusland wel moeilijk om uiteindelijk bij die bosbrand in de buurt te komen. Dat mocht niet? Nou, we werden heel erg tegengewerkt door de overheid. Dat zeg je heel diplomatisch. Ja. Omdat we hadden die reis al een half jaar gepland. We hadden eigenlijk alle toestemming, permits, perskaarten, alles. Maar omdat het ineens wereldnieuws werd, schoten die Russen in een gigantische kramp. Mm-hmm. En kregen we eigenlijk niks meer gedaan. En uiteindelijk hebben we, dan is het beste wat je in Rusland allemaal kan doen, is gewoon maar op pad gaan. Dus we zijn naar het noorden gereden. We wisten dat er branden waren. We wisten niet of we er in de buurt konden komen. En uiteindelijk eindigden we in een soort camping en er stond een helikopter in de tuin. Dus we hadden zoiets, vroegen aan de eigenaar, wat doet die helikopter hier? Oh, dat is die piloot, die slaapt hier ook. Dus 10 minuten later zaten we met die piloten aan tafel aan de thee. En besloten om niet te zeggen dat we journalist waren. Dus we zeiden, nee, we houden heel erg van bossen. En kunnen we daar misschien overheen vliegen? En we hebben gehoord dat er ook bosbranden zijn. En dan was hij toevallig die bosbranden aan het monitoren voor de overheid. En toen hebben we hem een hele flinke zak geld gegeven. En toen mochten wij... Ja, wat gekregen zou het gek zijn. Hè? Nee, gegeven. Toen mochten we 2 uur met hem meevliegen. En toen heb ik uiteindelijk die foto's kunnen maken. Ja. Fantastisch. Hier zien we trouwens een aantal... De vorige foto zagen we een aantal brandweermannen aan vrijwilligers. Het werk. Ja. 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 Ja, dat zijn vrijwilligers die getraind werden door Greenpeace. Omdat de taiga is zo immens groot. Mm. Dat is niet zomaar te bestrijden. Er zijn ook geen wegen. Dus mensen nemen ook heel vaak zelf het heft in handen als er een brand is in de buurt van een dorp, om zelf maar te gaan blussen met, zoals je op de foto's voorbij zag. En ontstaan die branden? Als het dicht in de buurt bij een bewoond gebied is, zijn ze 90% aangestoken.
toch? Ja. Zoals in Californië ook nu. Ja. Ja, maar daar heb je ook het gegeven, dacht ik toch, van hoe heet het, droge bliksems? Dat is in de echt afgelegen gebieden waar we dus overheen gevlogen zijn. Daar zijn geen wegen, daar komen ook geen mensen. En dan is het bijna altijd droge bliksem, ja. Inderdaad. Ja. 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 Nu, even nog, jullie zijn op heel veel plaatsen geweest waar jullie gezien hebben ook dat er goede initiatieven genomen worden om het bos als dusdanig, die Borealis, die zone, ja. te onderhouden, mm-hmm. te redden. Terwijl, dacht ik, maar jij kan me zeker verbeteren, want jij bent hier de specialist, ik vang hier en daar wat dingen op, dat het gegeven van een oerbos is toch, dat je daar de dingen laat wat ze zijn, dat je dat bos zelf laat beslissen welke bomen niet meer gered worden en welke wel. Ja, dat klopt. Alleen, kijk, echte oerbossen zijn er in Europa eigenlijk bijna niet. Ja, op de grens met Polen en Oekraïne. Ik was er ooit vandaar, dat ik dat heb ik goed onthouden. Ik precies, heb goed opgelet toen, ja. Maar in Schotland bijvoorbeeld, waar je de foto's nu van ziet. Schotland, ja. Ja, daar was vroeger ook een heel groot bos, de Caledonian Forest. Eigenlijk net zo goed als in Nederland heel veel bos was vroeger. En dat is allemaal gekapt. Door allerlei verschillende redenen is dat bos verdwenen. En vrijwilligers van de Stichting Trees for Life, die willen dat bos weer rewilden, herstellen. En dat doen ze door stukken land te omheinen in overleg met de grootgrondbezitters. En dat omheinen ze om eigenlijk het land te beschermen van de herten. Want die eten de boompjes Die eten de kleine twijgjes op en bomen hebben eigenlijk niet de kans om te groeien. Mm. Dus de enige bomen die nog in Schotland, nou hier zie je vrijwilligers aan het werk. Ze planten ook bomen, dus ze omheinen stukken en ze planten bomen aan. Want de enige bomen die er nu staan zijn zogenaamde granny pines. Dat zijn bomen die, bejaarde bomen eigenlijk. Die hebben het overleefd. Die staan er misschien nog 50, 60 jaar. En als die om zijn, dan staat er niks meer in Schotland. Dus op die manier hopen ze dat te kunnen herstellen. Ja, dus soms is het wel goed om bomen aan te planten, maar niet altijd. Het is heel complex. Ja. En ja. Het is heel erg afhankelijk van waar je bevindt. Van de locatie, precies. Ja. Ja. Wat vond je, onze tijd is al op, wat gaat het snel. Wat vond je zelf het moeilijkst aan het in beeld brengen van, daar staan jullie met z'n tweeën, daar is Jelle Brandt, Cortius ook. Ja. Het moeilijkst aan het in beeld brengen van een boom, een bos? Wat ik net eigenlijk al vertelde, waar ik heel erg aan heb moeten wennen, wat voor mij de uitdaging was om juist in die enge ruimte, zeg maar, waar die bossen staan, om dan toch daar een soort overzicht in te kunnen creëren en daar uiteindelijk het verhaal te leggen door ook de mensen te fotograferen. Dus het is eigenlijk het hele construeren van het verhaal, dat is altijd een hele grote uitdaging. Mm-hmm. Gaat de opbrengst van het boek ergens naartoe? Goed doel, bomen planten of net niet? We hebben inmiddels, Trees for Life heeft namens ons project ook 300, inmiddels staan er 320 bomen. Dus mensen kunnen ook het boek komen en er wordt er een boom aangeplant. Goed, heel fijn, prachtig project en een heel mooi boek. Dank je wel daarvoor. Dank je wel. En we gaan meteen door naar iemand die er eigenlijk altijd bij is, ook bij de Donkere Kamer, toch heel vaak. Ik kan me niet herinneren van dat afstand, hij niet bij... Ja, van op afstand soms. En nu ook. Ja. het is tijd voor een overpeinzing. En die komt van een man die we normaal gezien horen zingen of op het podium een tirade horen afsteken. Maar ook in de krant heeft hij columns waar hij zijn eigen kijk op de actualiteit geeft, op de politiek vaak. Maar Stijn Meuris, want over hem gaat het, mocht zijn naam nog niet gevallen zijn, houdt ook van fotografie. En hij bekijkt en geeft uitleg bij een foto die zijn aandacht net iets langer bijgehouden heeft dan gewoonlijk. Stijn Meuris van op afstand met zijn beeldspraak. Ah, kijk eens aan. Dat was even geleden. Speler. Moest er aan wennen. Stijn Meuris dus van op dichtbij. Ja, nou, Knokken is ook niet zo ver natuurlijk. Hè. Het is weer een tijdje geleden, mensen, dat ik van op een heus podium een schouwburg met heuse bezoekers mocht aanschouwen. Vandaar dat dit trouwens een schouwburg heet. Half gevuld met mensen die op gevaar van eigen leven bereid zijn om een avond lang een hoestend gezelschap van befaamde fotografen te ondergaan. Fotografen waarvan we doorgaans geen idee hebben waar ze zich de afgelopen maanden hebben opgehouden. Van Jeroen weten we dat nu gelukkig wel, en dat was gelukkig ver weg. En met hoeveel ze daar dan waren.
Wat me er overigens aan doet denken, beste hobbyfotografen. Dit is wellicht het jaar waarin de verkoop van telelenzen enorm geboomd moet hebben. Ik bedoel, met een gewoon 50 mm standaardlensje viel er in de anderhalve meter maatschappij amper nog iets te fotograferen. Maar goed, mijn eigen fotokeuze dus. Zoals vaste bezoekers van de Donkere Kamer inderdaad weten, selecteer ik doorgaans een beeld dat om allerlei redenen niet in aanmerking komt voor een fotografische award van enige importantie. Er is altijd wel iets mis met de foto's die ik speciaal voor de Donkere Kamer kies. En in het geval van dit prentje is er zelfs van alles mis mee. Een eerste, tweede of zelfs dertiende prijs op het prestigieuze foto- en selfiefestival van Dubrovnik zit er niet in. En dan is het aan mij om met alle plezier overigens desondanks toch de uitzonderlijke kwaliteiten van deze foto te belichten. Dat was in dit geval geen enkel probleem. De scène capteert in één oogwenk de tristesse waarmee wij met z'n allen de afgelopen maanden geconfronteerd werden. En, als het aan de vrolijke capriolen van onze Nationale Veiligheidsraad ligt, ook de komende maanden. We zien hier een tafereel dat zich recentelijk afspeelde op de visserskade van Oostende. U weet wel, Oostende, dat is die andere koningin der badsteden hier iets verderop. Oostende, de stad waar het registreren voor een stukje strand vlakbij de zee grondig misliep, doordat men geen rekening had gehouden met de nochtans in badsteden regelmatige afwisseling tussen app en vloed. Daar moet toch een app voor bestaan, denk ik dan. Maar goed, een koppel jongbejaarden dat zich pal in de risicogroep bevindt, wordt gecontroleerd door twee dienders en men kop eraf als het niet ging om een coronacontrole. Na een tijdje zie je zo'n dingen, te meer daar ik zelf ook al meermaals werd onderworpen aan een terechtwijzing vanwege de arm der wet. Ook bij mij ging het telkens om een hele checklist die erop neerkwam dat ik benevens de mond ook de neus moest bedekken. Of ik een virusdodende spray bij me had en of ik en passant ook even mijn veters wou strikken. Daarna werd mijn paspoort gevraagd, mijn rijbewijs en mijn bankkaart om vervolgens te vragen wat ik dacht van Mark van Ranst. Waarop ik meestal antwoordde dat ik dat precies een toffe P vond, maar dat ik mezelf altijd vreed begon te krabben wanneer hij op televisie verscheen. Het heeft weken geduurd voor ik doorhad hoe dat kwam, tot ik me realiseerde dat ik allergisch was voor wol. In die mate zelfs dat alles begint te jeuken wanneer ik nog maar wol zie op televisie. Dan heb je aan Mark een taaie klant, zeg maar. De politiecontrole eindigde stevast met het advies dat ik straks op de groei moest stemmen. Waarna ik dan eindigde met te zeggen dat ik dat 2 jaar geleden al gedaan had, maar dat ik al lang niet meer wist wie dat toen was en nu nog veel minder. Om maar te zeggen, zo'n politiecontrole in coronatijden is best een ingrijpende gebeurtenis. Toch altijd blij dat het voorbij is en dat ze niet geïnformeerd hebben naar die 12 containers met lachgas die zich achterop onder mijn snelbinder bevonden. We mogen alles lachen. Op mensen van een bepaalde leeftijd, zoals hier op de foto, komt een onverwachte confrontatie met de arm der wet nog een stuk intimiderender over dan op mij. Ik behoor tenslotte nog net tot de generatie die al wel eens een pet van een veldwachter in de vaart durfde gooien of achter zijn rug in de brede kennissenkring ging rondbazuinen dat de veldwachter in kwestie aan een ernstige slagziekte leed. Om dan vervolgens te checken hoe lang het zou duren vooraleer zo'n verhaal aan mij terugverteld werd. Ik woonde in een klein dorp, waardoor ik wist dat werkelijk iedereen in het dorp op de hoogte was. Overigens klopte zo'n roddel doorgaans ook, maar dat geheel terzijde. Maar het koppel, we wijken af, het koppel waarvan hier sprake heeft dus de Rijkswacht nog meegemaakt. Misschien iemand van jullie ook nog. De gendarme, zoals ze zeiden. En dat was toch andere koek, met hun zwarte combi's en nog zwartere snorren en dito ideeën goed. Dat tegenwoordig de wetsdienaren met twee woorden spreken en het alfabet kennen, maakt hun angst voor het gezag er niet minder op. Deze mensen weten op zo'n moment dat het erop of eronder is. Eén verkeerd antwoord, een verplaatsing die als niet essentieel kan geïnterpreteerd worden en ze slijten de rest van hun leven achter de tralies. Dat is in hun geval niet zo heel erg lang, maar toch. Het komt binnen zo'n controle. Bovendien zegt deze foto veel over onderlinge machtsverhoudingen. En niet in het minst over die in het huishouden van de gecontroleerde. De man, die we hier zien, is van het type ex-geschiedenisleraar en weet zich na 45 jaar huwelijk in goede en slechte tijden onderdanig te gedragen. Hij doet niks en hij zegt niks en hij verkeert in het volle vertrouwen dat zijn vrouw de nodige paparazzen wel weet te vinden. Die bevinden zich namelijk in haar handtas, waarin ze at the moment volop aan het rommelen is. Dat kan even duren, maar dat maakt de zaak alleen maar spannender, zo weet de man. Het is nog de enige spanning die hen bindt, dus wat dat betreft ziet hij de confrontatie met de twee agenten als een welgekomen bonus.
De man draagt overigens, zoals u ziet, een groene velouren broek, waardoor ik toch ineens twijfel. Misschien gaf hij toch eerder zedeleer dan geschiedenis. Mochten we nu nog zijn auto in beeld zien, en dat was een rode Lada, dan wist ik het zeker, zedeleer. Bij de twee politieagenten is de onderlinge hiërarchie ook duidelijk, al ontvouwt ze zich hier een stuk subtieler. De mannelijke agent is de baas. Het zou best kunnen dat de vrouwelijke agent langer in dienst is, maar dat heeft dan toch niet geleid tot een rang van enig belang. Ik zie zoiets door de lichaamshouding. De man, die overigens vanuit driekwart profiel wat weggeeft van Wantje in de onvolprezen televisieserie Bevergem, houdt de handen achter de rug, wat een wat provocerende indruk oplevert. Het is dit type agent dat vragen stelt zoals, ah wel, wat waren wij hier allemaal van plan? Of, de dooddoener, weet meneer hoe snel meneer aan het rijden was? Meestal antwoord ik dan dat meneer dat wel weet, omdat meneer niet dom is, maar dat meneer weinig tijd heeft, omdat meneer dringend naar het paleis moet, omdat meneer zo net door de koning als 11e preformateur werd aangeduid. Niet meneer of niet minder. Dat helpt nooit, maar je hebt tenminste toch weer heel even mogen lachen. De vrouwelijke agentin moet de zaak afhandelen en ze doet dat vanuit een lichaamshouding die, hoe zal ik het vriendelijk zeggen, verraadt dat ze liever twee oudjes op een bankje controleert dan dat ze een sprintje moet trekken achter een bende Albanese drugcouriers. Je ziet dat wel vaker, vind ik, bij jonge vrouwelijke politieagenten, met alle respect, dat ze niet echt scherp staan en dat het geheel enigszins slobberig overkomt. Ja, dat vind ik niet goed. Nee, dat vind ik helemaal niet goed. Vrouwelijke agentes behoren messcherp te zijn. Alert tot en met en zichtbaar in staat om op ongemotoriseerde wijze en zonder afwaaiende muts een gewapende inbreker te vloeren. Nu, ik kan mis zijn natuurlijk. Wie weet kan deze mevrouw een aardig potje worstelen en is ze door wekelijks keihard te trainen in het bezit van een zwarte gordel, die in haar geval goed van pas komt. Want die broek zit ook niet helemaal lekker. En nu zie ik het pas goed. De foto is wellicht toch gemaakt in pre-coronatijden. Want niemand van het viertal draagt een mondmasker. Dat kan, beste mensen, twee dingen betekenen. Ofwel is iedereen hier in overtreding en krijg je een hilarische situatie waarin de twee bejaarden zo dadelijk de agenten gaan beboeten. Dus jullie geven ons twee keer €250 en dan geven wij die terug aan jullie. Dat zou kunnen. Oftewel is dit een illustratie van intimiderend machtsmisbruik. Jegens stilaan de enige twee burgers van het land die wel nog netjes belastingen betalen. Dat maakt het allemaal nog veel erger. Verder, beste mensen, valt er over deze foto niks te zeggen. De horizon staat recht, het licht kan ermee door en de schaduwen spelen een hard spel op de Oostense stoeptegels, die trouwens vanaf vandaag onder het zand liggen. Maar goed, dat is misschien in Knokke ook het geval. En de scherpte is scherp genoeg. Kijk, dan ben ik allang tevreden. Dank u wel. Dank u. Hey. Ja. Duiventje uit een doosje, ja. We zijn bijna aan het einde van de avond, bijna, maar nog lang niet, want we hebben natuurlijk nog een groot man voor u, een groot fotograaf, die zijn werk hier presenteert nu in Scharpoord, in het cultuurcentrum, onder de titel Mood Mode. De organisatie van het cultuurcentrum wist hem te strikken voor dit project. Het is de eerste keer dat hij het werk ook toont en België krijgt de primeur. Dat wil ook al iets zeggen. De beelden die in de tentoonstelling zitten, die hebben uiteraard iets te maken met kleren. Maar of er per definitie modefoto's zijn, dat laat ik even in het midden. Laat ik aan jou, Frank, om straks uit te vogelen. Een prachtig boek hoort er ook bij. Dat is gemaakt door Hannibal en die kunnen wel fotoboeken maken, dat weten we. Maar ik zou nu graag toch Anton Corbijn op het podium willen. Graag uw applaus. Goedenavond, welkom. U bent een en ander gewend en u heeft ook al veel interviews gegeven. Maar hoe is het om je werk in zo'n tentoonstelling dan toch weer te zien, mee op te hangen, te selecteren? Wat voor gevoel geeft dat als u hier rondwandelt, nu alles netjes tegen de muur hangt? Nou, ik moet zeggen, het ophangen vind ik altijd een zeer plezierig element van de tentoonstelling. Want dat is heel creatief, omdat je toch altijd allerlei dingen voor anderen plaatst. En misschien omdat het vrij nieuw is voor mij, maar ik krijg een heel goed gevoel bij deze tentoonstelling, omdat het wat luchtiger is, losser is dan mijn normale tentoonstellingen. Nee.
Het is een mix van, ik kan niet helemaal zeggen van stijlen, maar wel van zwart-wit en kleur. En ook verschillende formaten. En dan toch ook, sommige foto's zijn 20 jaar oud, sommige zijn vorig jaar. Dus dat is ook heel erg grappig. Ja. Ja, het is een wereldpremière hier in Knokke. Hoe bent u in Knokke terechtgekomen? Of hoe is Knokke bij u terechtgekomen? Ik kwam met de auto, maar Knokke was er al. Ik heb 2 jaar geleden een tentoonstelling gehad in Antwerpen. 1, 2, 3, 4 tentoonstelling. En toen had Stefan van Vleteren een tentoonstelling hier van de surfers. En hij raadde mij aan hier eens naar te kijken, omdat hij zei dat hij een hele goede ervaring hier had. Maar ik dacht, ja, ik kan niet weer diezelfde tentoonstelling in Antwerpen hier neerzetten, omdat het te dicht bij elkaar is. Dus toen ben ik gaan denken en ook gesproken met Cortius bijvoorbeeld van Hannibal. En toen dacht ik misschien dat er een raakvlak was met kleding in mijn werk. Omdat ik voor 1, 2, 3, 4 heel erg in mijn oude dingen was gedoken, kwam ik heel veel dingen tegen. En zag ik ook dat er ook dingen met kleding waren. En ik werk sinds 10 jaar of zo voor Amerikaanse folk. En sinds een paar jaar ook voor de Engelsen. Dus ik kom toch veel in aanraking, niet zozeer met modellen, maar wel met kleding. Omdat... U bent geen modefotograaf, hè? Nee. Dat wilde nee. U niet horen. Nee, ik ben een Depeche Mode fotograaf, maar dat is een beetje dichter waarbij komt. Maar ik wil zeggen, ik doe dit met persoonlijkheden, maar er zit altijd een stylist bij van Vogue. Dus ik kom veel meer in aanraking met kleding dan vroeger, denk ik. En dus ik dacht, nou, het zou kunnen dan raakvlak van kleding hebben. En ik had toen een logo bedacht en ja, toen moest ik wel. Het logo was er voordat ik die foto's bij elkaar had. En dat leek me een uitdaging om dat te doen. En het is vrij vrolijk geworden, vind ik, want het is wat losser, weet je wel. Maar voor u is alles wat met kleding te maken heeft, mode? Nee. Of het gebrek aan kleding? Het was gewoon een leuke titel. Maar ja. En tuurlijk, en u bent ook grafisch ontwerper? Waarom die kleine E? Ja, en dat krassen. Nou ja, ik hou van dingen maken, visuele dingen. Of het nou een beetje ontwerp is of wat dan ook. Dus ik kan me niet echt grafisch ontwerpen noemen. Ik ontwerp wel dingen, maar het is niet mijn dagelijkse bezigheid. Maar toen ik eenmaal dat logo had, toen ging ik ermee door. Maar mode, ja, dat klinkt hoogdravend. En dat is het niet, vind ik zelf, als ik de tentoonstelling bekijk. Het gaat meer over sfeer misschien, als je zegt mood, mode. Wat kleren doen met een mens. Ja, ik denk het. Kijk, oh ja. 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 Er zitten vrij veel foto's van Bono in met een hoed. Dit is de eerste keer dat ik hem trouwens fotografeerde. Maar, dat is nog jong, hè? Piepjong. Ja, nou, ik ook hoor. Allebei ja, ik ook begin dan 20. Toen, hè? Toen, ja, precies. Ja. Over die sfeer misschien even toch nog iets? Of is dat ja, zeker, er helemaal naast? Nee. Ja. Er is één foto in de tentoonstelling, daarom keek ik even of die misschien vertoond werd van Johnny Cash met Kate Moss. Dat is een foto die voor mij die titel heel erg goed visualiseert. Dat is een mood. Als je kijkt naar Johnny Cash, dat is een grote, bijna een boeman. En hij houdt heel vertederd zo'n lichaam in zijn armen van een lijkt wel levensloos lichaam van Kate Moss. En dat is, als ik meer van zulke foto's had, dan zou ik heel blij zijn. Maar u fotografeert niet close-close, of toch zeer zelden. Meer altijd in een omgeving, zelden in de studio. Zelden in de studio, dat zeker, ja. Maar ik bedoel, de foto van Dries Vernoot is natuurlijk ook wel een portret. Mm-hmm. Maar ik fotografeer graag buiten, ja. Omdat ik met heel een graag... context bij zijn. Je bedoelt tekst van natuur? Nee, of context bedoel ik. Context, ja, precies. Ja, nee, dat vind ik zeer plezierig met fotografie. Mm-hmm. Om iets te hebben van de omgeving. En ook omdat mijn foto's eigenlijk altijd gemaakt zijn na een kleine reis of een lange reis. Je komt ergens aan. Het zou zonde zijn om dan in de studio te gaan. Ik zie dan graag waar ik ben. Ja, het zijn rocksterren, acteurs, modellen. Wat is het verschil tussen een model fotograferen en een rockster? Dit is Brian Ferry bijvoorbeeld. Ja, dit is Brian Ferry in Newcastle. Is het moeilijker om modellen te fotograferen voor u? Nee, het punt met modellen is, die zien er altijd goed uit hoe je fotografeert. Dus je moet heel erg kijken wat je eigenlijk met zo'n foto wil zeggen. En ze worden natuurlijk gebruikt voor kleding. De meeste modellen die in deze tentoonstelling
zijn, die hebben weinig of geen kleding aan. Of in ieder geval geen kleding waarvoor betaald is, zal ik maar zeggen. Dus dat is meer sociaal, die contacten die ik had met hen. Er zitten wel wat foto's tussen van bij Louis Vuitton en wat andere, dat waren wel modellen. Muzikanten, wat ze aan hebben is vaak het verlengde van wat zij maken. Hè. Zij mm-hmm. zijn heel erg hun eigen baas. Mm-hmm. Meer dan in welke kunstdiscipline, ook behalve schilders, denk ik. Maar die houden er dan weer niet zo erg van om gefotografeerd te worden. Muzikanten zijn heel vrij en dat merk je heel erg als je acteurs gaat fotograferen of andere disciplines. Die zijn veel meer bezig met er goed uit te zien. En die zijn moeilijker te breken, heb ik ergens gelezen, modellen dan. In. Ja, lijkt mij dat een goed woord is, ja, breken. En die rocksterren of die, al die mensen, je moet daar echt bevriend mee worden om ze goed te kunnen fotograferen. Nou, nee. Dat, nee? Dat hoeft niet. Ik vind het zelf plezierig als ik mensen goed ken, mm-hmm. omdat ik dan... Dit is Chrissy Hind. Ja. Dit is Chrissy Hind, ja. Omdat ik dan mezelf niet elke keer hoef te introduceren en je wordt onderdeel van de familie. Dus het is makkelijker, je krijgt wat situaties, kom je in situaties waar je foto's kan maken die anders voor anderen niet weggelegd zijn. Maar je hoeft om een goede foto te maken geen vriend te zijn. Nee. Nou, de Rolling Stones, die hebben bijvoorbeeld rare hoeden op. Dit is uiteraard, het is een foto van de Rolling Stones, maar die hoeden, hoe krijg je het gedaan om Mick Jagger en Charlie Watts dat te laten doen? Ja, vertel. Ik heb het al 3 keer verteld, dus ik kan het zo weer een keer vertellen. Ja, je hebt al veel interviews gegeven, maar wij weten het nog niet. Geheim is uit de box. het was een beetje een overmoedig plan van mij. Het was de tweede keer dat ik de Stones fotografeerde. En de eerste keer had ik iets met maskers gedaan. Omdat ik vond de Stones foto's 60, 70 jaar ontzettend interessant. Dat was edgy, dat was rebels. In tegenstelling tot de Beatles, weet je. De Stones die hadden iets. In de 80e jaren ging dat weg. Ze gingen studiofoto's doen, het was allemaal mooi uitgelicht. Toen ik de eerste keer voor ze fotografeerde in 1994, toen deed ik iets met maskers. Omdat ik vond dat ze er dan toch op een interessante manier weer uitzagen. En het had te doen met de titel van hun plaat toen, dat is Voodoo Lounge. Die foto's werkten heel goed, dat was een cover van Rolling Stone, goede recensies. Een jaar later vroegen zij mij om hen te fotograferen. En toen dacht ik, die maskers werkten zo goed. Dus ik heb hoeden laten maken die gebaseerd waren op een karakter dat heet Dr. Seuss uit Amerika. Ze hadden die hele hoge hoeden. En ik had er 4 laten maken, niet verteld aan hen. Ze waren in Boedapest, ik ben erheen gevlogen. Ik klop bij Mick op de deur in het hotel en ik zeg, hey Mick, weet je, dit is het idee. En hij keek en hij zei, nee, dat ga ik niet dragen. Ik probeer hem te overhalen, maar dat lukt niet. En toen zei hij uiteindelijk wel, if Charlie wears it, I'll wear it. Dus ik ging naar Charlie's kamer toe. En die zei al, toen die deur opende en die hoeden zag, zei hij gelijk, I'm not wearing that. Dus toen heb ik hem een beetje op hem ingepraat. En toen vroeg hij op een gegeven moment, is Mick wearing it? En toen zei ik, ja, Mick is wearing it. Dus toen ben ik teruggegaan naar Mick en zei, Charlie's wearing it. Zo, toen had ik het voor elkaar. List. Ja, dat was vrij listig. Maar het punt was, daarna, toen ik het eenmaal gefotografeerd had en de foto's liet zien, wou Mick het niet goedkeuren. Dus die hebben 20 jaar lang hebben die daglicht niet gezien. Totdat ik Mick een keer zag en toen zei ik, nou, zullen we daar eens naar kijken? En toen vond hij het toch ook wel heel goed, dus die foto bestaat nu. Mag ik even terug inhaken op het lang kennen en het beter leren kennen van een aantal van die van je modellen? Is het op de duur ook niet moeilijker net omdat je moet op zoek gaan naar een andere manier om die mensen die je al 1000 keer, ik overdrijf of misschien ook niet, gefotografeerd hebt, om een andere ingang te vinden? Is het ook. En natuurlijk, als mensen jong zijn, veranderen ze veel meer dan als ze ouder zijn. Dat is ook super moeilijk. Het is lastig voor mij om nu Depeche Mode of U2 te fotograferen op een manier die nieuw is. Weet je wel. Dus ik probeer het wel, want ik wil niet in de automatische piloot vervallen. En ik wil ook relevant voor hen zijn. Ja. Maar het is een grotere opgave, omdat je ook al zoveel facetten hebt gehad. Weet je wel. Maar dat is natuurlijk ook de uitdaging. U bent diep teruggegaan in uw archieven. Veel foto's hier zijn nog niet gepubliceerd geweest. Nee, klopt. Dat is een immens werk. Hè? Is dat zwaar om dan te gaan delven? Minder zwaar dan 1, 2, 3, 4 heb ik echt maanden over gedaan. En dat vond ik zwaar, omdat ik ook heel veel rotzooi zag in principe. En, toch? Oei.
En dat is heel deprimerend, want ik deed s'avonds in Berlijn in het najaar. Het was donker en ik had een kamertje gehuurd met alleen maar die contactboxen met contactsheets. Dus dat vond ik niet zo makkelijk. Omdat je toch heel erg terugkijkt naar een leven waar je denkt, nou, ik had er meer van kunnen maken, dit en dat. Maar dan kom je af en toe een foto tegen die het dan weer goed maakt voor je. Bij dit kwam ik veel meer dingen tegen. Het was wat, ja, zoals ik eerder al zei, het is wat luchtiger. En dat scheelde wel heel erg. Maar je moet niet alleen maar blijven teruggaan. Maar aan de andere kant, ik heb zoveel werk dat gewoon in een la ligt. En het is jammer als dat nooit gezien wordt. Want als het niet getoond wordt, bestaat het niet. Mm-hmm. Hoe word jij als topfotograaf nu getroffen door corona? Ja, er moet toch een vraag komen over corona. Kijk hoe mensen hier in de zaal zitten met een masker op. Ja, veel mensen met er rode is een livestream, anders zit de zaal vol. Maar ik bedoel, het is vaak vermoeiend omdat je heen en weer moet vliegen, van hut naar her moet crossen. Hoe vertaalt zich dat nu voor jou concreet, voor je werk? Ja, ik ben er nog niet helemaal uit. Ik ben pas in augustus weer een beetje gaan werken en met nieuwe foto's. Eén shoot in Amsterdam, een paar in Parijs. En ik ga gewoon met de auto naar plekken toe. En, dus dat is al je eigen dingetje. Maar ik moest laatst 9 mensen fotograferen. En die moesten allemaal 1 tot 1,5 meter van elkaar afstaan. Dat is ontzettend moeilijk om iets interessants te creëren. Dus dat valt niet mee. In Amerika ga ik al helemaal niet meer. Omdat ik dat misschien niet wil. Voor andere redenen dan corona? Ja, dat is een rotzooi waar je niet in wil zitten, volgens mij. En ik vind het ook, ik moet zeggen, die maanden dat ik thuis was, heb ik ook zeer van genoten. Juist omdat ik bijna nooit thuis ben. En het idee van routine en gewoon slapen af en toe is heel, heel plezierig. Ja, die mondmaskers, dat kan ook een nieuwe mode creëren. Hè? Dat is nu al een commercie geworden. Hè? Nou, weet je wat ik heel moeilijk aan vind? Ten eerste, ik heb slechte longen, dus je ademt de hele tijd je dingen in. Dat is niet goed. Maar ook dat je elk mens dat je tegenkomt als een potentieel gevaar voor je eigen gezondheid ziet. Dat is zeer vervelend. Dat is helemaal niet goed voor de mensheid, lijkt mij. En het is zeer anoniem, die mondkapjes. Ja. Moeilijk, vind ik. Ja. Uitdrukking is belangrijk. Ja, ook als je kinderen hebt, zeg je baby's hebt, die mimikken je. Als je alleen maar een mondkapje ziet dan. Ja, stel je voor dat je nu een baby hebt die alleen ook mama en papa mee naar de winkel buiten al die mondmaskers. Precies, het is een totaal andere wereld. Ja. En ook als je zo bezig bent met beeld. Ja, Nou, heel sterk beeld is ook hoe zij temperatuur met je meet. Hè? Dat met die soort pistool. En dat gaat naar je fronten lopen. En dat is natuurlijk, het is X-ray, dat is helemaal niet goed voor je. Dat, nou ja, goed, dat zijn allemaal dingen. Ja. Oké, je werkt liefst snel en alleen, klopt dat? Snel, alleen. Snel en alleen. Ook dat er niet met heel studio's en lichten nee, en lampen. Nee, dat klopt. Maar goed, er zijn wel foto's hierbij waar wel een team van 10, 15 mensen bij is toch geweest. Wel, ja. Maar dan, mijn eigen team is dan gewoon 2 mensen. Je hebt zelf ook nog catwalk gelopen, heb ik gezien in het boek. Hoe was dat? Hoe was dat? Ik vond het toch enigszins nerveusmakend, moet ik zeggen. Maar het was wel heel grappig om een keer die kant van de zaak te zien. Het was voor Yoji Yamamoto, die had gewoon gevraagd of ik dat wilde doen. En toen heb ik, geloof ik, 3 outfits laten zien. Je bent eigenlijk via de muziek bij de mode enigszins terechtgekomen, kunnen we dat zo zeggen? En is Herman Brood een van uw eerste inspiratoren geweest? Nou, Herman was eigenlijk een very sharp dresser. Die combineerde allerlei dingen. Die was, was een slimme vogel. Maar ik dacht toen niet zo heel veel aan mode, moet ik zeggen. Dat is allemaal wat later gekomen. Al die bands waar ik nu mee werk, die hebben ook allemaal stylisten. En dat is... Hoef je zelf geen werk meer in te stoppen. Wat zeg je? Daar hoef je zelf geen werk in te stoppen als je ze wil fotograferen. Stylisten hebben dat eigenlijk allemaal al voorbereid. Ja, er zijn heel veel. Er is een look tegenwoordig. Ja. Maar dat is natuurlijk één facet van mijn werk, bands. Maar ik, single persoonlijkheden, dat doe ik nog altijd het liefst. En dat met COVID zal dat minder moeilijk zijn. Mm, ja, natuurlijk, daar heb je een voordeel. Hè? Ja. Wanneer kies je voor zwart-wit of kleur? Ik kies, automatisme is zwart-wit. En dan heel af en toe denk ik, nou, misschien moet ik dat in kleur schieten. Nu ik wat vaker digitaal schiet, is eigenlijk alles in kleur. Dus dan moet je besluiten dat daarna naar zwart-wit. Johnny Cash, sorry, de foto waar je daar straks over had. Kate Moss, ja. Ja.
En ging dat vlug? Is dat spontaan? Of heeft u dat vooraf uitgedacht? Ik reed er langs en dacht, nou, dat is wel een mooi beeld. Zij stonden daar al. Ze lijkt wel een vogeltje. Ja. Kwetsbaar. Ja, ja. Een vriend van mij stuurde het gisteren naar haar op en ze had het nog nooit gezien. Ja. Ja. Wat wou ik zeggen? Zwart-wit of kleur, daar waren we bij gebleven. Ja. En hoe was voor u de omslag naar digitale fotografie? Want u heeft dat vrij laat gedaan, heb ik begrepen. Dat is toch een heel andere manier van werken. Dat is niet meer de donkere kamer in, die zit nu in een computer. Nou, ik ga sowieso niet meer de donkere kamer in, behalve deze. Maar ja. ik scan mijn negatieven tegenwoordig sowieso. En dan dus de afwerking is digitaal. Ja. En dat heeft heel veel voordelen, moet ik zeggen. Het is de ideale donkere kamer. Behalve als je het zelf doet en ontwikkelt, dat is het dichtste wat je ooit bij je werk staat. Ja. Maar vanwege gezondheidsdingen doe ik dat al lang niet meer. Ja, dat is ongezond. Maar die computer, doet u dat allemaal zelf, die bewerkingen? Dat doe ik helemaal niks vanzelf, nee. Nee? Nee. Dat laat u doen? Dat laat ik doen, ja. Ja, personeel. Zegt u? Daar heeft u personeel voor? Nou, mijn PA kan het eigenlijk vrij goed zelf. En wat andere dingen laten we doen door mensen die dat hun baan is. Ja. Ja, u heeft natuurlijk ook veel bewegend beeld gemaakt. Films, videoclips. Wat is het grote verschil voor u? En wat is uw eerste liefde nog altijd, de foto? Nou, fotografie is denk ik mijn eerste liefde. Dat blijft gewoon. Ik heb wel vaker gezegd, ik hou op met fotografie, ik ga film maken. Maar het is zo'n mooi iets, fotografie, dat jij alleen met een camera iets kan maken. Het is zo eenvoudig, weet je. Die eenvoud is zeer aantrekkelijk, moet ik zeggen. Met film, dat is een ontzettend avontuur, maar ook een enorme overgave eraan. Je bent een jaar met iets bezig, dat is enorm lang. En je moet compromissen sluiten, je bent afhankelijk van heel veel factoren. Als dat allemaal goed in elkaar valt, dan heb je geluk. Maar dat bent u een strenge regisseur? Geloof het niet. In het begin was ik, misschien met de eerste film was ik het meest streng, omdat dat mijn eigen geld was. Maar ik luister ook graag naar ervaring van anderen. Als je met Philip Simon Hoffman werkt, ja, die gaat zoveel meer weten dan jij ooit bij elkaar zou krijgen. Dus daar sta ik totaal voor open voor zijn interpretatie van een rol of een situatie. Gaat u nog veel film doen of liever foto toch? Ik hoop een film te doen. Ik zou een film doen dit jaar, dat is niet doorgegaan. Niet vanwege corona, vanwege andere redenen. Daar had ik wel al 3 jaar aan gewerkt, dus dat is jammer. Maar ik ben bezig weer met een nieuw project en ik hoop dat door kan gaan. Twijfelt u nog als u naar een opdracht vertrekt? Twijfelt u nog of zegt u wel, ja, ik heb het allemaal onder de knie? Dat is denk ik een gezonde nervositeit als je bezig bent. Ja, hangt het ook af? Het is altijd van, ook had het beter kunnen doen, dat is heel veel, komt dat terug nog. Hangt het ook af van de persoon die u gaat fotograferen? Zijn er mensen die angst inboezemen? Zijn er anderen die dat niet doen? Nou, niet zo erg. Ik vroeger zag ik heel erg tegen bepaalde mensen op. En nu denk ik dat de beste foto's maak je gewoon als je denkt dat je op gelijk niveau staat met de persoon die jij fotografeert. Ja. Dat lijkt me de meest gezonde werksituatie. Ja, dat heeft u afgedwongen door de jaren heen, natuurlijk. Ja, of zij dat ook zo zien, weet ik niet. Maar het is belangrijk dat mijn insteek op die manier is. En wat is uw volgende project? Wat is mijn volgende project? Wel, er komt een boek uit volgende maand over die Depeche Mode. Daar heb ik ook lang aan gewerkt. Heel veel mensen dachten dat dit boek het al was vanwege de titel, Mood Mode. Dus op het internet was wat verwarring bij de Depeche Mode fannetjes. Het is een goede truc natuurlijk ook om het een aan het ander te linken. En ja, aandacht maar te zo, houden. Dit was natuurlijk opgezet als iets wat in april uit zou komen. Maar daarna, ik weet het niet helemaal, moet ik ook zeggen. Ik probeer die film, zoals ik zei, van de grond te krijgen. Misschien nog een documentaire. Dat is allemaal volgend jaar. Even kijken hoe de wereld er dan voor staat. Ja. Ja. Je zei straks, ik wil dat even jou nog overhoren, dat bij het vorige project 1234, dat je in Antwerpen hebt voorgesteld toen, waar het prachtige boek ook van is, dat je bij de selectie van die foto's, dat je dacht van, daar zit toch veel tussen.
dit keer niet. Wat is het dan wat jou doet denken van die foto, die is niet goed? Kan je dat zeggen? Of is dat zo specifiek verbonden met één foto dan? Nee, er waren hele periodes waarin ik lenzen gebruikte. Waarvan ik denk, waarom doe ik dat? Technisch dan echt? Het is een foto waar heel veel groothoek heb ik op een gegeven moment gebruikt. En dat vind ik helemaal niet mooi. En, dus ja, dat kwam ik heel erg tegen. Omdat ik echt door alles ging. Met dat 1, 2, 3, 4 was ik echt bij het jaar 0 begonnen. En maanden, zoals ik heb maanden over gedaan. Bij dit, ik ging wat, ik denk, misschien was ik zelf in een andere mood. Maar ook de beelden die ik zocht waren wat luchtiger. Dat scheelde heel erg, denk ik. Je zat niet in het donkere Berlijn toen je aan het kiezen was. Waar zat je? Nee, ik zat gewoon in Den Haag. U heeft ook de koningin gefotografeerd. Ja, hoe was dat? Dat kan ik niet ontkennen. Hoe was dat? Het was interessant, moet ik zeggen. Zij, zeer intelligente staaf haar mannetje, zal ik zeggen. Het was Beatrix, de vorige koningin. Man, ja. Duitse weet heel goed wat zij wil. Ja. Mm-hmm. Zij zei, zo moet je het doen. Niet helemaal, maar het was bewonderenswaardig eigenlijk, want zij deed alles zelf, de kleding, de make-up. Ze ging gewoon achter en dan kwam ze er weer uit en had ze weer wat anders aan. Ja, maar ze was helemaal opgetuigd eigenlijk, hè? Ja, het waren officiële foto's toen de tijd. En dat moest ook in kleur? Of heeft u dat zelf beslist? Ja, nee, dat was in kleur. Zij wilde een bepaalde foto van mij in kleur voor bepaald gebruik. Ja. En dit is niet de foto die zij wilde. Nee, hier staat ze strenger op dan ze zelf. Ja, hier kijkt ze afkeurend op, wat ik dan weer heel mooi vind. En was ze tevreden achteraf, toch? We zijn nog steeds on talking terms. Want het is natuurlijk wel veel protocol dat daarbij komt kijken, hè, bij het fotograferen van een Nou, weet je, als je het vergelijkt met buitenland helemaal niet. Nee. Ze zijn super chilled eigenlijk. Ja, Nederlanders zijn coulant, zo kennen we jullie. Als je dan die foto's bekijkt in het groot, zie je dan details die je niet zag tijdens het fotograferen? Ja, ik zeker, want ik zie heel weinig. Je ziet weinig. Het is allemaal een beetje vaag. Dus ik ben altijd ongelooflijk of gefrustreerd of blij als ik eenmaal een afdruk zie, want dan zie ik eigenlijk wat ik gefotografeerd heb. Dit is die foto van de Rolling Stones. Ja, dat zijn een soort zeerovers, hè, op die manier. Maar goed, het is duidelijk voor iedereen, ik vertel dus verhaal erbij, het is duidelijk voor iedereen dat zij natuurlijk zo niet over straat lopen op zich. Dus het is duidelijk dat hier aangewerkt is. Want ja, met fotografie, je fotografeert of je registreert wat er gebeurt, of je bent zelf of je zet het in scène, aan te regisseren wat er gebeurt. Maar met de koningin, toevallig op de afdruk hier, die was vrij groot, ik zag dat er iets met de make-up niet goed was, dus dat heeft... Dat hebben we nog even geretoucheerd. Hier ter plekke. Hier ter plekke? Ja. In de computer of op de foto zelf? Op de foto zelf. Ah, oké. En u heeft veel interviews gegeven. Dat is een beetje zoals rocksterren die zo'n 10 minuten krijgen bij elke journalist. Hoe is dat? Is dat vermoeiend, die commercialisering van uw werk? Ja, nou, ik snap dat het erbij hoort. Want je wilt gewoon, als je zoveel energie en werk in een project stopt, dan wil je ook dat het... Ja, resoneert met mensen die wil dat het moet bekeken onder aandacht, worden, onder aandacht komt. Ja. Het is niet mijn favoriete element van wat ik doe. Zoals ik zei, het ophangen, dat vind ik interessant, dat is creatief. Puzzelen. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, want u heeft vandaag al 2 lezingen gegeven, heb ik begrepen. Ja, ja. En nu nog dit erbovenop. Ja, vond u het leuk eigenlijk? Zeker, maar het is moeilijk. Het zijn half lege zalen. En, ja. Ja, mensen met maskers ook allemaal. Hè. Ja. Maar goed, ik ben zo blij dat er überhaupt een tentoonstelling is, dat men open stond voor het opengaan. Dus ik ben heel dankbaar aan... En foto's inderdaad, als ze niet getoond worden, dan bestaan ze niet. Nee. Nee. En zit er nog veel in uw archief dat wij, nog niet misschien gezien ooit hebben? Gaan zien? Ja, ik had dit groter kunnen maken, sowieso al. Ja. Maar... ik weet helemaal niet waar ik heen ga met mijn fotografie op het ogenblik. Dus en voor alle duidelijkheid, je blijft niet in je archief zitten. Je maakt ook nog nieuw werk. Hè? Absoluut. Laten we ons dat niet vergeten. Ja. Ja. En gaat deze tentoonstelling ook nog elders naartoe? Ik hoop het wel. Ik bedoel, niemand kent dit werk. Dus dat zullen we zien wat de reacties zijn. Heeft u foto's van de storm gemaakt eigenlijk? Nee, iPhone pik je foto's. Maar wij hadden ook vrij volle dagen, moet ik zeggen, Ja, oké.
Bedankt dat u er was. En we gaan allemaal nog eens kijken, want ik heb de tentoonstelling nog niet gezien. Oh, je moet het boek kijken. Wel. Ja, zeer zeker. Bedankt. Dank je wel. Dank je wel. Het is tijd om de avond af te ronden zelfs. En ik denk dat we Kaat Celis terug op scène moeten hebben, want er is een uitslag. Voor de pitchers. Daar komt Kaat. De trap af. Niet vallen, Kaat. Spannend. Juist, ik zat er helemaal bovenaan. Er rest mij dus nog de uitslag van de pitchers mee te delen. Toch spannend voor onze drie pitchers. Naast eeuwige roem en podiumervaring heb ik ook Fuji-materiaal uit te delen en portfolio-reviewing-sessies van Mentor in Gent. Daarom vraag ik graag Bert Bossaert, Benny Nahou en Simon Lambrecht op het podium. Hier zijn ze, op afstand. Het is ook voor ons de eerste keer dat de pitchers op 1,5 meter moeten gaan staan. Op de derde plaats eindigt Simon met 84 stemmen. En ik mag hem ook, maar ik mag het niet geven, dus ik mag het gewoon zeggen. Hij krijgt een Instax printer en 1 uur portfolio reviewing sessie bij Mentor. Een applausje. Tweede is Bert met 85 stemmen. Dit betekent dus 1 stemmetje verschil. Dus ze zijn elkaar waard. Aan hem mag ik ook een Instax printer geven en 1 uur portfolio reviewing bij Mentor. Dat wil uiteraard zeggen dat we de winnaar kennen en dat is Benina. Zij heeft 164 stemmen gekregen en zij krijgt daarbovenop ook een fotocamera van Fujifilm, een X-T30 in een kit en 2 uur portfolio reviewing sessie. Jullie stemmen worden omgezet in euro's vanuit de ticketing opbrengst die wij halen uit deze avond. Het lijkt eenvoudig je project voorstellen in 3 minuten aan een volle zaal, maar dat is het absoluut niet. Dus mag ik dan ook een hartverwarmend applaus voor deze 3 pitchers. Ze staan een beetje in het donker, maar ze staan achter hun eigen werk, dus dat is prima zo. Misschien zijn er vanavond mensen in de zaal die ook zin hebben gekregen om op een podium te staan en hun project te komen voorstellen. Midden volgende maand hebben wij een nieuwe open call voor onze editie in Concertgebouw in Brugge op 16 december. Daar kan ik ook zeggen dat magnumfotograaf Karel de Keizer daar zijn nieuwste project komt voorstellen. En dan laat ik Nicky en Frank nog even afsluiten. Oké, bedankt Kaat. Dank je. Wat moeten we nog zeggen? Dat iedereen rijperij in dat zaal F en moet beginnen. Nog, ja, dat de Reiger, de boekhandel, dat u daar deze fantastische boeken vindt. Dat ze ook nog gesigneerd worden, als u dat wil, bovendien. Dus dat is fijn om af te sluiten. Dank u wel dat u hier toch talrijk aanwezig was en dat u zich met dat masker op uw mond toch hebt... hebt geamuseerd, hopen wij, dat u er iets aan had. We danken ook de mensen van de livestream. De livestream, die zitten misschien zonder masker te kijken. En we hopen u allen bij de volgende editie terug te zien. Dank je wel. Tot later.